Welkom bij Heilig Huisjes. Wij zijn leuk dat je kijkt. Wij zijn live. Mijn naam is Arjan Bos. En mijn naam is Martijn van Staveren. Ook van harte welkom bij Droom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, super fijn. Als je in de uitzending wil komen, dan kun je een mailtje sturen naar Arjan en Martijn. @earth-matters.nl met een vraag. En dan kijkt de regie of je in de uitzending kunt komen. We hebben het format van de uitzending wat aangepast. Mm-hmm. Daar hebben we nog geen nieuwe naam voor. Wat we gaan doen, dat krijg je allemaal te zien in dit programma. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje waar ik op in. Mag ik er wat over zeggen? Heel graag. We hebben heel veel feedback gekregen van de kijkers. Dank daarvoor, heel belangrijk natuurlijk, want ja, goed, zoals ik ook al eerder heb aangegeven, is het uiteraard een experiment. Een experiment waar wij natuurlijk heel veel aan het leren zijn. En we kunnen alleen maar beter en mooier worden in de presentatie, maar ook zeker in het materiaal, want dat is nog veel belangrijker. Om informatie te delen en de wijze hoe we dat doen. En een van die onderwerpen is toch ook zeg maar de format. Hè? We hebben in eerste instantie zitten brainen vanuit ons hart van wat is nodig. 4 thema's neergezet. En toch blijkt achteraf, waar we ook een beetje het gevoel bij hadden, maar we wilden het ook gaan ervaren, dat die format eigenlijk in één programma zou kunnen. Simpelweg omdat alles gewoon met elkaar te maken heeft. Het maakt het een stuk minder krampachtig dat je over specifiek één thema per se moet spreken. En waarom niet alles gewoon lekker bij elkaar? Want uiteindelijk gaat het om creatie, het gaat om de kracht van schepping, het gaat om wie wij zijn en daar hoort alles gewoon bij. Dus vandaar de beslissing, of het besluit eigenlijk wat we hebben genomen, ook naar aanleiding van de vele feedbackberichtjes en tips, dank, dat we dat zo gaan doen. Dus dit is de eerste uitzending op deze wijze. Hè? Ja, inderdaad. Ja. En we kunnen ook op deze manier wat actueler zijn, dat we niet 8 weken moeten wachten tot een bepaald thema. Ja. En we hebben er ook nog geen naam voor het programma. Dus wellicht is het leuk als jullie met suggesties komen over hoe we ons programma zouden kunnen noemen. Yeah. Dus deze programma heet nog Heilige Huisjes. Yeah. En die is voor dit programma ook heel toepasselijk. Mm-hmm. Maar goed, we gaan ook andere dingen doen in dit programma. Ja, dus mocht je een ideeën hebben over hoe zou dit programma kunnen heten, wat sluit ook aan energetisch en draagt ook de thema's. Ja, stuur het lekker in. Hè? Ja, zeker. We zijn heel benieuwd naar waar jullie mee komen. We beginnen deze uitzending met het behandelen van een film. En dat is de Matrix. Matrix, de eerste versie van de Matrix. En dat is eigenlijk een science fiction film met een allegorie. En dat is een verhaal met een verborgen betekenis. En ja, Mark Pescio, die hebben we al even in de vooraankondiging erin gegooid. Die heeft daar ook een hele uitgebreide presentatie over. En die behandelt hem ook heel allegorisch en ook heel metaforisch. En Martijn, jij hebt een aantal ervaringen die daar ook heel letterlijk mee te maken hebben. Ja, klopt. Ja, ja, dat is ook dat maakt het ook hoe het zo komt dat we de Matrix ook in deze uitzending gaan gebruiken. Ook als een soort instroom om ervaringen te delen. Want als we op dit moment om ons heen kijken, zien we steeds meer mensen wakker worden. En in zekere zin dat er heel veel dwarsverbanden zijn te vinden in alle thema's wat we maar tegen kunnen komen in ons leven. Dus dat heeft te maken met geld, gezondheidszorg, maar ook hele slimme, ondermijnende gevoelens binnen onszelf. Ook naar andere mensen, over andere mensen. Hè, hoe we elkaar laten uitspelen in de energie. Hoe de toevalligheden, tussen aanhalingstekens toevalligheden, hoe die naar voren kunnen komen in je leven. Alles te maken met verstoringen of pogingen tot verstoringen binnen het veld van creatie. Van datgene wie wij zijn, wat we hier op de aarde aan het doen zijn. En wat we ook met elkaar in beweging aan het zetten zijn. En wat we steeds verder willen laten uitbreiden. En vandaar ook de Matrix, want er zitten natuurlijk allerlei raakvlakken in die film. En ik heb zelf die film, heb ik al eens eerder verteld in een andere uitzending, heb ik die film als een van de weinige films gezien. Puur vanwege de diepliggende boodschappen eigenlijk ook in die film. Dus ik hoop dat jullie thuis die film ook kennen. En zo niet, dan hebben we daar in ieder geval een introotje van, hè, van 2,5 minuut. Ja, zoiets. Ja. Die kunnen we wel laten zien. Ja. Thank you.
Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. So you're here to save the world. I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through. It seems that you've been living two lives. I've seen an agent punch through a concrete wall. Men have emptied entire clips of them and hit nothing but air. Everyone who has fought an agent has died. But where they have failed, you will succeed. So do you need guns? Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Mr. Anders! What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. Ja, fantastische science fiction film. Mag ik de tweede slide, jongens? Dit is de eerste. Ja, dankjewel. Ja, de allegorie in deze film is dat onze wereld op dit moment onder verborgen controle staat van occulte krachten. En de volgende slide. En dat deze wereld omgetoverd is in een gevangenis waar we ons grotendeels niet van bewust zijn. En volgende slide. Het goede nieuws is dat het ons ook de sleutel tot bevrijding toont. En elke deel van de matrix die beantwoordt een vraag en die beantwoordt een andere vraag. En de eerste film die we ook in deze uitzending gaan behandelen is Wat is de Matrix? En in de tweede film, die geeft antwoord op de vraag van waarom zijn we in die matrix? En die was al een stuk minder populair. Dus deel 2 van de driedelige, van de trilogie van de Matrix. Ja, klopt. Ja. Vanavond gaan we het echt hebben over deel 1, hè? Ja. Ja. Ja, en wat dan ook heel belangrijk is, is om hier gewoon naar te durven kijken, om het te durven te onderzoeken. Ik ben heel blij dat de film gemaakt is, puur omdat er zoveel ervaringen zijn in het veld door ontzettend veel mensen die zeggen ook van deze soortgelijke ervaringen te hebben. En daar ligt ook het stukje wat ik dan met jullie ook wil delen, wat er gebeurt op de wijze zoals ik dat ervaar. En dat geef ik dan ook commentaar en informatie over bij deze plaatjes. Kijk, we hebben net die slide gezien hè, van het slot zeg maar rondom planeet Aarde. En dat klinkt voor heel veel mensen heel heftig en die willen dat ook gewoon niet horen. En dat kan, want je kunt het computerscherm ook uitzetten. Het zit rechtsboven een rood kruisje en dat is de pagina weg. Maar wat je ook kunt doen is toch eens openstaan voor wat hier eigenlijk aan de hand is. Want er is dus daadwerkelijk iets aan de hand. Wij hier op aarde hebben een buitengewoon scheppend vermogen. Wij zijn creatieve wezens. Wij hebben kracht en licht en liefde, zoals veel mensen dat zeggen, in ons hart. En vanuit een ander bewustzijnsveld hebben wij echt de mogelijkheid de wereld te herscheppen. Dus een soort wedergeboorte te laten plaatsvinden. En dat is waar we het vanavond over gaan hebben. En daar mogen we ook best onderzoeken van, goh, blijkbaar zijn wij zo ontzettend groot en zo ontzettend machtig ook. En dan niet macht vanuit negativiteit, maar vanuit positiviteit. Dat er iets heel belangrijks aan de hand is, dat wij zo eigenlijk in een soort situatie gemanoeuvreerd zijn, waarin wij volledig buiten onze autoriteit zijn geplaatst, gebracht. En dan heb ik het over maatschappelijk. Hè? Dus we willen naar een menswaardige samenleving, gebaseerd op normen en waarden, gelijkheid, verbinding, hè, werken vanuit verbinding.
En het kan dan ook alleen maar als we onderzoeken wat het ongeziene is. En ik zeg dan maar weer hardop, met veel plezier, het ongeziene geeft macht. En daarom is het zo belangrijk om daar met elkaar over te spreken. En ik weet dat het niet altijd even een leuke onderwerp is. En toch maakt het heel veel ruimte om weer terug te keren in dat bewustzijn van liefde. Want als we spreken over buitenaardse, interdimensionale, multidimensionale, liefdevolle, scheppende krachten... Ze zijn er, ja, dat klopt. En als we kijken naar het model op aarde, dan kunnen we zeggen, wij zijn er ook. En wij hebben die sleutel in handen. Dus die sleutel van het licht, die dragen wij in ons. En daar gaan wij gewoon lekker doorheen fietsen deze avond. Zo is het, ja. In het derde deel van de Matrix, daar wordt antwoord gegeven op de vraag hoe we eruit komen. En dat is eigenlijk de minst populaire. Want die vraagt ook eigenlijk om hele diepe interne verandering. Mm-hmm. En als je... Het begint. Mag ik de regie de volgende slide? Ja, en dan nog twee verder. Ja, misschien moet ik even voor de kijkers zeggen, vlak voor de uitzending. Want ik kon eerst deze presentatie zelf bedienen. Maar er is een technische failure waardoor ik toch niet deze presentatie zelf kan bedienen. En dat gebeurde 2 minuten voordat we live gingen. Oh ja, dat is ook weer een ingreep in de Matrix. Maar we hebben gelukkig nog steeds onze mond, dus we kunnen gewoon met elkaar communiceren. Zo is het. Dus doen we het lekker zo. Zo is het. Het begin van de Matrix, dat begint in een hotel en dat heet The Heart of the City. Dus het verhaal begint ook eigenlijk in het hart. En bij de volgende slide zie je Neo, dat is de hoofdpersoon, dat die... ik zie dat beeld wegvalt. En dat hij slaapt. En eigenlijk in elk deel van de Matrix, dan vind je, begint Neo te slapen. Oh, een technische storing. Ik zie dat... Nou, we hebben weer even te kampen met een paar leuke uitdagingen. Dat noemen we dan geen problemen, maar het beeld valt blijkbaar hier weg. Ja. We kunnen gewoon lekker doorgaan, want het gaat ook om de informatie waar we mee bezig zijn. De film die start in ieder geval inderdaad met het momentum waarin Neo een wit konijntje ziet. Hè? En wat dat betreft kunnen wij onszelf allemaal als de Neo zien in ons eigen proces. Klopt. En Neo die staat ook voor het mannelijke, maar ook voor onze samenleving. En daarnaast begint elke film ook met een beeld van Trinity. Dat staat symbool voor het vrouwelijke. Dat die onder vuur ligt en in stress. En dus dan kun je ook zien dat het vrouwelijke in onze wereld onder vuur ligt en in stress. Ja. En dat wij als collectief in slaap zijn. Ja. En dat klopt ook, hè? Want als we kijken wat er op de wereld gebeurt, hoe de vrouwelijke kant, de vrouwelijke kracht onderdrukt wordt, gedomineerd wordt door de excessieve mannelijke houding. Neem als voorbeeld gewoon eventjes pragmatisch voorbeeld uit de samenleving. De functies, de mensen die een job hebben binnen een bedrijf zijn hoofdzakelijk toch altijd mannen. Het zijn altijd mannen die een mening hebben. Het zijn altijd mannen die hoofdzakelijk achter het stuur van een auto ziet zitten. Het is altijd man, man, man. En ook het hele verhaal, de hele dogmatische houding van de man. Dat zie je dus in de Matrix heel goed. En daar zit ook een boodschap in dat het vrouwelijke zo onderdrukt wordt. Ja, ja, ja. Nou. In de slide die we net al even zagen van Room 101... En dat komt eigenlijk direct uit 1984 van George Orwell. In die film is dat, of in dat boek, is dat de plek van je diepste angsten. Hmm. Dus waar het verhaal zich eigenlijk afspeelt. Ja. En in de volgende slide zie je een boekje tevoorschijn komen van Simulacra and Simulation. Dat is een echt boekje. Dat is geschreven door Jean Baudrillard. En die is een Franse filosoof, is ergens in de jaren 80 geschreven. En hij heeft het heel veel over de degeneratie van de realiteit. En in de volgende slide zie je de eerste degeneratie van de realiteit. Dat is eigenlijk een spiegel die een echte realiteit reflecteert. En bij de tweede degeneratie van de realiteit zie je dat in de volgende slide. Ja, dank je. Dan zie je dat er een realiteit gemaskeerd en gedenatureerd wordt. Dus dat je niet meer kunt zien wie je bent. Ja. Ja. En in de derde generatie van de realiteit, hè, dan, dat maskeert eigenlijk de afwezigheid van de realiteit. En bij de vierde en complete degeneratie van de realiteit heeft het geen enkele relatie meer met een realiteit. En dat noemt Jean Baudrillard ook wel een simulacrum. En in de volgende slides zegt hij... Het simulacrum is nooit wat de waarheid verbergt. Het is waarheid dat er
dat hij verbergt dat er geen waarheid is. Het simulacrum is waarheid. En ik vroeg me af, Martijn, of dat de reden is waarom jij zegt dat we niet de Matrix moeten ontvluchten, maar hem in bezit nemen. Ja, nou, dat is niet wat belichamen daarvan. Het weer terugkeren in die autoriteit, dat klopt. En dat is ook wat wij allemaal aan het doen zijn, iedereen op eigen manier. En maar we kunnen rustig zeggen dat het menselijk bewustzijn op zich nog redelijk onbegrepen wordt. En dat er dus bewustzijnsvelden zijn. En één daarvan is deze realiteit die wij nu zien. Hè? Dus we nemen elkaar waar omdat er licht op mij schijnt. En dat is een reflectie van licht. Er komen allerlei elektrische impulsen. Via een geavanceerde toestand komt dat in ons brein terecht. En dan ontstaat een driedimensionaal beeld. En ons gewaarzijn, mijn bewustzijn, heeft de overtuiging dat ik dat ook ben en dat ik deze realiteit zie. He, dus ik zou kunnen zeggen dat ik mijzelf identificeer met mijzelf en dat ik mij identificeer met mijn omgeving. En dat is een soort maskering van een veel grotere realiteit. En waarom ik daar ook over spreek, dat het niet echt de bedoeling is op het galactisch level om de Matrix te ontvluchten of weg te gaan. En dat is ook wat het hele incarnatieproces in feite ons voorhoudt, het huidige incarnatieproces, is dat wij er dus uit weggaan, terwijl wij die scheppende vermogens in ons dragen, om weer terug te keren in de bevoegdheid van deze realiteit, waardoor wij deze realiteit kunnen beïnvloeden vanuit kracht en liefde. En dat is zo ontzettend belangrijk. En dan kom je dus ook je angsten tegen. Dus er is een heel geraffineerd spel gaande binnen de creatie van de mens. Ja. En dat is ook precies de reden waarom buitenaardse groepen last en moeite hebben om bij ons te komen, collectief. Omdat zij verschillen van bewustzijn dienen in te gaan om met ons in contact te komen. En dat kunnen ze wel. Alleen de vraag is, kunnen wij communiceren met hen? En dus er is zo'n groot belang gaande. En vandaar dat we dus nou, dat aan de hand van deze metaforische toestand met de film de Matrix gewoon een vergelijking trachten te maken. En nou, hij zit er niet voor niks in. Ik ben er ook van overtuigd dat de makers van deze film, de dieperliggende boodschap, dat die ook wisten dat op een gegeven moment, na een aantal jaren, als het bewustzijn van de mens zo breed durft te worden, hè, en dat doen we dus ook met elkaar, dat we Anita die heeft er ook een vraag over gesteld, die krijgen we binnen op de mail. Hoe kan het dat als we een hologram zijn, dat we toch last hebben van technologie? En hoe zouden we ons daartegen kunnen beschermen? Ja, nou ja, dat is een hele interessante vraag. Want kijk, wij hebben natuurlijk te maken met deze realiteit waar we nu in zitten. Hè? Dus we hebben, als er nu een baksteen op mijn hoofd valt, dan voel ik hem wel. En dan heb ik ook waarschijnlijk wel een dikke bult op mijn hoofd. Dus hoe kun je daar invloed op hebben, hoe kun je beschermen tegen technologie van buitenaf? Dat heeft dus te maken met het veld waarin wij zitten, met ons bewustzijnsfrequentie. En je kunt rustig zeggen dat er miljarden bewustzijnsfrequenties aanwezig zijn in het universum. Sterker nog, dat is het universum, universa, dwars door elkaar heen lopend. En wij hebben een zender en een ontvanger en wij zitten opgesloten op dit moment, al gedurende een hele lange tijd, zitten we opgesloten door middel die van buitenaf op ons afgestuurd wordt. Bekeken nu vanuit het model waar we nu zitten, hè, dus daarom plaats ik het even buiten onszelf, dat er een frequentie in ons is vastgelocht, vastgezet, waardoor wij daar niet buiten kunnen komen. Dus we zitten als het ware vast in die realiteit. En vanuit die realiteit bekeken is het lastig om invloed te krijgen, om je te kunnen weren tegen dat soort aanvallen van buitenaf. En toch kan het door te werken aan je gemoedstoestand, door te kijken naar het persoonlijke stuk binnen jezelf. En door alle gevoelens die door je heen gaan, om die te gaan ontleden, te onderzoeken wat de verbanden daarin zijn. En dan kom je direct op alle hele interessante thema's en onderwerpen, waaronder ook familieopstellingen, hoe je daarin gelinkt zit. Je komt terecht in hypnosesessies, wat dat te maken heeft. Ik ben eens een keer in een hypnotische sessie op televisie, heb ik een keer gezien. En toen klapte ik uit mijn lichaam. En andere mensen zeggen, oh, toen kwam je onder hypnose, ging je mee onder hypnose? Ik zeg, nee, ik kwam juist uit de collectieve hypnose. Mm. Ik kwam dus in het andere bewustzijnsfrequentieveld en kon daardoor heel goed zien wat er allemaal achter ligt. En dat zijn dus ook die vier lagen, die hier dan als vier lagen wordt beschreven, dat er dus verschillende agenda's draaien, heel stapsgewijs, om de mensen uit het menselijk vermogen te houden. Dus het model wat we nu in ons hebben, wij zijn natuurlijk scheppende wezens, wij zijn zo ontzettend geavanceerd, dat het ons gelukt is, en doen we ook uitmuntend goed, om binnen dit model een soort hemeltocht te creëren, met allerlei handvatten om ook hoop te genereren, maar het is een voortdurend uitstellend systeem. Ja, maar waar zijn de opgestegen meesters dan in dit verhaal? In dit verhaal zijn ze dan
zijn ze aanwezig zoals we het ons voorstellen. Maar ga je daar dus buiten genomen, dan ga je zien dat die opgestegen meesters een deel zijn van ons zielsbewustzijn. Dus je kunt je er wel tegen weren door te gaan werken aan jezelf. Dus de persoonlijke ontwikkeling. Dus het is een bewustzijnsgroei, een heel belangrijke visie die daarachter ten grondslag ligt. Dat het niet alleen maar gaat om in dit geval alleen Martijn te ontwikkelen. Ik praat maar even over mezelf. Hè. Maar om ook te kijken wie en wat voor gevoelens zitten daar dieper achter. En dat is een hele interessante materie. En daar gaat het om. Dat is ook wat buitenaardse beschavingen die heel veel van ons houden, ons ook naartoe willen brengen om dat te gaan onderzoeken. En niet alleen te kijken naar die UFO's. En dat is in de Matrix wordt dat fantastisch aangegeven. Ja. Ja, als we even de volgende slide kunnen zien. En dan wordt Neo hier eigenlijk geïntimideerd door Agent Smith. En ook letterlijk monddood gemaakt. En dan krijgt hij een elektronisch insect in zijn navel. Die kruipt gewoon helemaal in hem. En je hebt wel eens verteld, Martijn, dat jij een soortgelijke ervaring hebt gehad. Kun je daar iets over vertellen? Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. En er zijn heel veel mensen die ervaringen hebben. Ik ben echt niet de enige. Ik heb meegemaakt dat ik buiten deze werkelijkheid, meerdere malen zelfs zeer uitgebreid, maar ik hou het even heel beperkt, bijkwam met een veel groter operationeel bewustzijn dan wat we nu hebben. Dus het waarnemingsvermogen is gigantisch. Het is echt niet uit te drukken met woorden hoe groot dat is. Het gevoelsbewustzijn was zo gedetailleerd, zo geavanceerd, gedragen echt puur vanuit liefde, dat alles toegankelijk was en alles compleet zichtbaar is. En toch zat ik niet helemaal in de vrijheid en kwam ik in een realiteit terecht waar onderdrukkende krachten bezig zijn, mm-hmm, om ons menselijk bewustzijn te intimideren en te besturen. En dat gebeurt door middel van allerlei technologieën en daar waren ook spiders en tracers bij. En dan was ik 6 jaar dat gebeurde, uitvoerig. Dat gebeurt dus letterlijk zoals je dat ook in de Matrix ziet. Dus er is een kunstmatige levensvorm aangesloten op een ander bewustzijnsfrequentieveld wat ons in die staat beïnvloedt. En het is maar net van wat de kracht is om te ontwaken. Want op het moment dat je daar dus uit wilt komen, zul je dus A, eerst dienen te onderzoeken of het überhaupt zou kunnen bestaan. Mm-hmm. Dan hebben we al vaak met cognitieve dissonantie te maken, dus met ongemakkelijke gevoelens. Dus dan hebben we vaak ontkenning. Nou, dan ben je gelijk klaar. Maar ga je daar dus doorheen, ga je dat onderzoeken, ga je door die gevoelens heen, dan ga je ook dichter bij oorspronkelijke gevoelens komen die niet in dit lichaam zitten. Nou, en ik heb daar heel veel uitvoerige ervaring en informatie over, waarvan ik niet bijdragend vind op dit moment om dat helemaal uit te trekken, maar wel kan zeggen dat het een buitengewone kunstmatige intelligentie is die oorspronkelijk gelinkt is aan het menselijk bewustzijn. Dus we zitten overal direct zelf in. En dat is het ook zo radicaal andere. We hebben de verantwoordelijkheid in dit proces ook zelf. Dus we plaatsen, en ook ik zeg heel vaak van ja, dat zijn dan anderen. Dat is ook in deze context, in dit verhaal zoals we nu zien, mm-hmm, is dat dus ook zo. Maar als je het hele trappetje compleet volgt naar een oorspronkelijke situatie, mm-hmm, nou, dan gaan we ontdekken dat wij daar gewoon de vinger in hebben. En het heeft zelfs met de schepping te maken van wie we zijn. Okay. Maar het bestaat, en ik spreek al heel veel mensen, ik heb hier nog nooit 1 keer over gesproken, want dit is de eerste keer, nou, ook naar aanleiding natuurlijk van waar we het vanavond over gaan hebben, toch daar iets over te zeggen. Maar ik heb zoveel mensen horen praten over dit onderwerp, en dat zijn echt geen mensen die gestoord zijn en in een psychose zitten. Hè, die zitten echt niet in een psychose en zijn ook niet onder een hypnose. Maar het zijn buitengewoon heldere mensen uit alle lagen van de bevolking en de samenleving. Dus dat kun je niet zomaar negeren, want dan zeg je gewoon heel simpel van ja, je doet er niet toe. Mm-hmm. En kun je nog, je zegt spiders en... En nog, tracers, dus dat zijn traceersystemen. Dus mm-hmm, spiders zijn eigenlijk spinachtige wezens. Mm-hmm. En die tracers, dat zijn een nanotechnologie die op een microbe-level bestaan. Mm-hmm. En die koppelen zich aan elkaar door middel van heel geavanceerde technologie en kunnen dus letterlijk programma's uitvoeren. En dat heeft ook alles te maken met onder andere de chemtrails die in de lucht worden gespoten. En ja, ik word daar dus ook niet altijd vrolijk van. Maar kijk, wat je niet aandacht geeft, heeft macht. En daarom is het zo belangrijk om dat naar voren te halen. Want door er met elkaar mee bezig te zijn, zetten we het terug in het bewustzijnsveld. En dat is ons erfgoed, dat wij het onzichtbare weer kunnen laten zichtbaar worden. Mm-hmm. En dan keert het ook in ons gevoelsbewustzijn en kunnen we er ook over gaan voelen. We kunnen erover gaan dromen, we kunnen erover gaan spreken. We kunnen het oplossen op een manier wat we nu niet voor mogelijk houden. Mm-hmm. En de krachten achter deze artificial intelligence, kunstmatige intelligentie als het ware, rekenen er gewoon op en gaan er ook gewoon simpelweg van uit, en dat doen ze al hele lange tijden in het menselijk bewustzijn, dat wij never nooit de guts hebben, dat lef hebben om dat te onderzoeken. Dus we blijven in die loop hangen
We blijven in deze realiteit hangen. We blijven hangen in een bepaald geloofssysteem, waarbij zelfs de ontdekking van wezens en de verloren historie van de mensheid, de Sumerische kleitabletten, die dus ook daadwerkelijk er allemaal zijn, een nog grotere realiteit om ons heen weghouden. Dus het is een enorm interessant onderwerp. Ja. Schokkend, onthutsend, maar zeer bekrachtigend. En dat is wat ik daar op dit moment ook even over wil zeggen. Ja. Dus je wordt in feite gevolgd tot in je cel-DNA. Mm-hmm. Maar als het een nanotechnologie is, is het heel klein. Ja. En eigenlijk niet te zien. Ja, maar jij zegt toch spinnen. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, die tracersystemen die zitten tussen je cellen in. Mm-hmm. Dus die manoeuvreren zich letterlijk door je lichaam. Mm-hmm. Ik dacht dat het een leuke avond zou worden. Ja, dat wordt het ook en dat is het ook. Maar dat zit hem dus niet alleen in het fysieke lichaam, maar dat bevindt zich eigenlijk in de vierde dimensie, zoals wij dat noemen. Hè? Veel mensen spreken over de derde, vierde, vijfde dimensie. Maar het is in het vierde bewustzijnsveld. Dus er zitten onderdrukkingslagen en we zitten op dit moment in het derde dimensionale bewustzijnsveld. Mm-hmm. En daar zit het niet in die cellen, maar het zit hem in het vierde dimensionale bewustzijnsveld. Dus als je spreekt over lucide dromen en al dat soort onderwerpen, dan dat is niet het onderbewuste, dat wat we er tot nu toe allemaal van hebben geleerd. Maar het is een ander bewustzijnsveld. En daar zitten in onze cellen, want daar hebben we dus ook gewoon een lichaam, zitten traceersystemen die op nanotechnologie, nanotechnologische level in ons lichaam zitten verweven. Hm. En ik heb dat gezien, uitvoerig. Lijkt het er een beetje op, die spinnen die jij dan hebt gezien, wat we hier net zagen? Ja, daar lijkt het inderdaad op. Het is in de Matrix ziet het er wat anders uit, maar het is daadwerkelijk een... het zijn koppelrobotjes, zo kun je het zien. Hm. En ze koppelen, ze zitten aangevlochten in ons neurologische circuit. Hè? Dus neurowetenschappers hebben daar ook al het een en ander over ontdekt en zijn daar ook mee bezig, dat ons neurologisch systeem beïnvloed wordt door krachten buiten deze realiteit om. En daar zit het op aangelinkt. Dus wij worden in feite voortdurend gecontroleerd, hè, dus klein gehouden in ons vermogen. En toch is het mogelijk om spiritualiteit te beleven en vreugde te voelen. Mm-hmm. En dus dat geeft ook de veerkracht aan van wie we zijn. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Goed, als we naar de volgende slide kijken, dan zien we een hele beroemde scène waarin Morpheus de waarheid aanbiedt aan Neo door middel van een blauwe en een rode pil. En als hij de blauwe pil neemt, dan zal hij alles vergeten en dan gaat hij weer terug in de vergetelheid en dan wordt hij wakker. En dan leeft hij gewoon zijn aardse leven zoals hij dat altijd heeft gedaan. En als hij de rode pil neemt, dan zal hij de waarheid ontdekken en ontdekken hoe diep en hoe diep die is, how deep the rabbit hole goes. En de held Neo die doet dat natuurlijk. En als we dan de volgende slide kijken, dan wordt hij wakker in die realiteit. En waarvan hem ook niet is verteld dat dat aangenaam of leuk zou zijn, maar gewoon dat het de waarheid zou zijn. En dan wordt hij wakker in een soort, uit een soort gelei, uit een soort broedmachine. En in de volgende slide zie je, kun je eigenlijk zo ver als het oog reikt, kun je zien dat hij vol zit met broedmachines. En als Neo ons als samenleving representeert, dan zijn wij als samenleving eigenlijk allemaal op deze manier gevangen en in slaap. En dat is dan metaforisch. Ja. Nou ja, dit is natuurlijk een voorstelling zoals het in een film wordt aangegeven. En het is allemaal beeldend, want beelden roepen gevoelens op. Ja. En er is iets in ons mensen aanwezig waardoor wij die gevoelens ook ergens vandaan halen. Net als dat wij die grootsheid in ons voelen, die kracht van wie we zijn, die creatie, die liefdevolle wezens. Maar ook dat we in onze spirituele ontwikkeling naar godsbewustzijn toe willen gaan. Het Christusbewustzijn in ons dragen, zoals veel mensen dat ook noemen. Maakt niet uit hoe je het noemt. Dat kent ook een historie. Dus wij dragen alles in ons, zowel de mooie ontwikkeling als de niet mooie ontwikkelingen. En als we dus nu kijken naar die vorm, dat is natuurlijk een beetje horror. Ja, het lijkt ook een beetje horror en het staat er dan ook nog met een woord bij. Maar het is natuurlijk ook niet een prettige situatie. Nee. Maar eventjes die drie slides op een rijtje, die pillen. Mag ik daar nog wat over zeggen? Ja, we kennen in ons leven allemaal nu een moment, ieder voor zichzelf, dat je in een situatie terechtkomt waarin je voelt dat je leven onvermijdelijk gaat veranderen. En dat gebeurt op individueel gebied, bij iedereen. En dat bedoel ik helemaal niet als horror of als een liefdevolle inprikkel. Dat is gewoon een gebeurtenis. Je voelt, er gaat iets fundamenteels veranderen, maar ik weet niet wat. Mm-hmm. Er gebeurt van alles, maar feitelijk gebeurt er niks. Ik weet niet wat er aan de hand is, ik kan de vinger er niet achter krijgen, maar ik voel dat er iets heel groots aan de hand is. Nou, dat heeft met die pil te maken. Dat is dus de symboliek dat je in je gevoel kunt kiezen welke kant je uit wilt met je interesses. Waar ga je naartoe? Wat ga je onderzoeken?
En wat sluit ik buiten? Dus je komt ook in de dualiteit, en veel mensen noemen dan ook non-dualiteit. En als je dus alleen kiest voor die slavenwereld waarin we nu zitten, oftewel de wereld waar al die enge dingen niet plaatsvinden, dat we alleen in deze realiteit zijn, dan kun je zeggen dat dan stap ik uit de dualiteit, maar tegelijkertijd sluit je ook iets enorm groots buiten jezelf. En dat is namelijk het onderzoek dat je zo groot bent dat daar dus een plakker op zit van een andere realiteit. Dus in feite bestaat non-dualiteit daar niet in, want je sluit altijd iets van jezelf buiten. Dus kijk links, kijk rechts. En die pil, die rode en die blauwe pil, ja, ik heb die pil, ik heb hem ingenomen voordat ik geboren werd blijkbaar. En dat heb ik heel erg moeilijk gevonden, maar ik ben daar wel op een juiste manier, zoals ik het kan beoordelen, ben ik daarmee omgegaan. En ik heb daarin ook de liefde kunnen vinden en ik heb daar ook gewoon de saamhorigheid kunnen vinden. Dus de draagvlak van verbinding. Feit is wel dat als je daarmee bezig gaat, dat er geen weg terug meer is. En dat is ook wat je dus in die andere slide ziet, waarin je Neo ziet wakker worden in een realiteit wat heel erg gedomineerd wordt door een artificial intelligence. Dus je ziet eigenlijk een machinewereld. Ja. En dat is dus ook wat er daadwerkelijk aan de hand is. En daar ga ik ook niet omheen draaien. Dat ga ik ook niet zachter maken dan het is. Het is daadwerkelijk zo dat in een bepaalde staat van superbewustzijn, dus onze superconsciousness, die staat in feite gehackt is. Dat is waar het om gaat. Juist vanwege onze scheppende vermogens, juist door de kracht van wie we zijn. En als je daarin wakker kunt worden, oftewel, het is niet echt wakker worden, het is meer dat je bewustzijnsveld anders wordt en je stemt je af op een andere frequentie, dan kun je daar verschillende gradaties in ontdekken. 8 lagen zitten daarin. En die zitten gelinkt aan een aantal chakra's van ons systeem. Want wij hebben van origine geen chakra's gehad. Wij zijn een bal van informatie bestaand uit hartsverbinding. We hebben nooit dat onderverdeeld gehad. Denk eventjes aan die prachtige mooie orbs die er wereldwijd ook worden gezien. Dat zijn bewustzijnsvelden, geometrische bewustzijnsvelden. Maar er zijn 8 lagen van realiteiten. En die 8 lagen van realiteiten, alle 8 zijn heel erg spannend, maar heel erg bijzonder. En als je daar dus in je gevoel kunt zijn en je ontdekt wat er aan de hand is, dan ontdek je dus letterlijk dat je al die tijd onder druk bent geweest. En elk frequentiebewustzijnsveld heeft een andere betekenis. Dus er zijn mentale velden, er zijn etherische velden, er zijn emotionele bewustzijnsvelden. Er zijn zoveel veldlijnen en er zitten allemaal beschavingen. Andere beschavingen hangen daarachter die in opdracht van die kunstmatige intelligentie die ons oorspronkelijk bewustzijn gehackt hebben, om die agenda's uit te voeren in naam van hen. En daar horen onder andere ook de Anunnaki bij. En dat wil niet zeggen dat de Anunnaki dynastie nu geen liefdevolle of geen beschaving is die mens welwillend kan zijn, maar ook zij zijn gehackt en ook wij zijn gehackt. En als we dus daar een onderzoek naar durven doen, komen we dus in een realiteit waarin de mens onderworpen is en ook als een soort brandstofcel wordt gebruikt voor een robotwereld. En dat het bijzondere is dat in die gekaapte realiteit, zijn allemaal verschillende lagen onder elkaar, in al die lagen wordt de robotwereld weer opnieuw geïntroduceerd. Steeds weer, dus ook in de werkelijkheid. Het zijn allemaal parallele realiteiten waarin de mens gedijt, waarin de mens allerlei verschillende histories kent. En al die werelden, daar wordt op gelet en zodra dat menselijk bewustzijn in zo'n wereld zich exponentieel gaat vergroten, dus echt gaat verhogen, dan komt die kunstmatige intelligentie in die robotwereld weer om de hoek kijken. En zie hier de parallellen en de dwarsverbanden wat we op deze planeet op dit moment zien, wereldwijd, een enorme invasie van technologie, buitengewoon uit verhouding met ons spiritueel en emotionele en gevoelsbewustzijn. Dat is wat er aan de hand is, dat is wat we mogen onderzoeken. En als je daar echt je zinnen op durft te zetten en je durft je daar focus op te zetten, zonder het groter te maken, maar gewoon dat het er ook mag zijn, dat het een onderdeel is van wie wij zijn, ga je dus magnifieke mooie belevingen krijgen. En krijg je ook ineens heel makkelijk toegang tot andere beschavingen. Want mensen vragen wel eens, hoe kan het dat bij jou zo is? Dat komt omdat ik niet geloof, ik geloof niet in het geloofssysteem van het incarnatieprogramma. Ik geloof helemaal niet in de autoriteit buiten mij. Ondanks dat ik er wel mee te maken heb, geloof ik maar in één ding. En dat is dat ik hier in mijn hart zo'n grote zender en ontvanger heb, dat ik dus buiten deze realiteit aan durf te nemen dat die realiteit veel meer invloed heeft als deze realiteit. Dus een heleboel woorden, ik weet het, een waterval van letters. Maar goed, het is ook een vertaalslag. En daarom ben ik ook heel vaak stil in meditatie en in rust, om al dit soort woorden gewoon weer helemaal te laten wegvloeien naar moeder aarde. Dus ja, die realiteit die bestaat en die is er. Ja. Ja. En als we even de slide kunnen zien die we hiervoor zagen, ja, dat is deze. En dan zie je eigenlijk dat als die wakker wordt,
dan ziet die wereld er nog in de Matrix best wel zo uit zoals onze wereld, die de Matrix is, zeg maar. Is dat ook jouw ervaring, dat als je wakker wordt uit de Matrix, dat je eenzelfde soort wereld ziet? Ja, in eerste instantie wel. En dat is heel bijzonder weer, want dat is gelinkt aan de herinneringsmodules die in ons metafysische bewustzijn zitten. Dus ik heb hier een fysiek lichaam en ik heb hier een fysiek hoofd met mijn hersenen. Maar buiten dit bewustzijn om zijn er nog heel veel andere bewustzijnsvelden. En die zijn veel groter, veel krachtiger als dit wat we nu hebben. En die bewustzijnsvelden die halen informaties uit dit bewustzijnsveld, dus uit mijn hersenen. En die informatie wordt daar eigenlijk in ingevoegd. En daardoor lijkt het in eerste instantie heel erg op deze realiteit. Dus op het moment dat je daar langer in gaat verblijven, merk je dat die realiteit ineens als een soort droom vervaagt. En dan komt er een andere realiteit tevoorschijn. Mm-hmm. Maar het blijft een menselijke realiteit. Het blijft gewoon een menselijke realiteit, maar het is veel geavanceerder dan dat we ons kunnen voorstellen. En is dat dan ook, je hebt het wel eens in eerdere uitzendingen ook gehad over 188 vallen. Mm-hmm. Ben je dan één val omhoog gevallen, zit je dan in val 187? Of nee, ben je dan helemaal, of ben je er dan helemaal uit en heb je al die 188 vallen gebypassed? Ja, nou dat is het lastige en daarmee struikel ik zelf natuurlijk ook wel eens, omdat het een soort tegenspraken zijn, omdat ik zeg het zijn er 188, maar dat is uitgedrukt in ons menselijke getal. Het is dus mogelijk door je hier te ontwikkelen in deze realiteit waarin we nu zitten, is het mogelijk om in één keer door 4 of 5 lagen heen te gaan. Mm-hmm. En die bereidwilligheid en die toegankelijkheid binnenin mijzelf om te werken aan mijzelf, om te werken met andere mensen, maakt het zo dat heel veel gevoelens die opgesloten zitten buiten dit bewustzijnsveld, die veel krachtiger zijn, dat die dus toegang krijgen in het hier en nu. En daardoor ben ik emotioneel meer voorbereid om in één keer een stap van 5 of 6 lagen te maken. Mm-hmm. En dat is wat ik mijn hele leven meemaak. Buitengewoon helder, buitengewoon scherp. Ik ben niet onder hypnose. Alhoewel ik dus ook onder hypnose ben, collectief net als iedereen. Mm-hmm. Maar wat je gewoon kunt onderzoeken. We kunnen alles wel een naam geven, maar het bestaat gewoon. En op dit moment zijn er ontzettend veel mensen die ervaringen aan het beleven zijn. Mm-hmm. En dat komt niet omdat het een massapsychose of hypnose is. Maar dat komt omdat de massapsychose en de massahypnose aan het afbrokkelen is. Ja, ja. Dan maken we de stappen. We kunnen ook een paar stappen overslaan. Ja. Maar daar zijn ook nog weer gigantisch veel stappen daarna. Ja, dus het meest bijzondere op dit moment in het evolutieproces van ons, waar we nu in zitten, is dat zich de tijd aandient dat we heel snel, individueel, weer terug kunnen keren in ons oorspronkelijke bewustzijn. In de grootste dienstbaarheid, in de grootste goddelijke kracht die we in ons dragen. En dat gebeurt ook. Er zijn mensen die daarin terechtkomen die exact hetzelfde beschrijven als wat ik meemaak. En het zijn mensen waar ik nog nooit eerder mee heb gesproken. En ik kom ook zelf ook in die realiteit mensen tegen waar ik uitwisselingen mee heb. En dat is wat er op dit moment gebeurt. De mens heeft de mogelijkheid om helemaal door processen heen te gaan, juist op dit moment, omdat we enorm veel bekrachtiging vanuit het galactische vanuit het universum naar ons toe krijgen, wat zelfs gestuurd wordt door ons eigen superbewustzijn. Dus het zijn prikkels van buitenaf, lijkt het, maar we doen het zelf. We scheppen onze eigen kansen. En het is aan ons om die data te downloaden, om te kijken in ons persoonlijke leven hoe we daarmee omgaan. En dan is het mogelijk om in één keer dwars door al die lagen te gaan. En in één keer, dat ervaar je dus ook niet, al die lagen. Je gaat er dwars doorheen en dan kom je in een bewustzijnsveld wat scheppend is. En er is geen één letter op geen één toetsenbord. Er is geen één typemachine waar de letters op zitten om te beschrijven hoe dat voelt. Dat kunnen we alleen maar alles zelf ervaren. Mm-hmm. En op dit moment zijn er steeds meer mensen die ervaring hebben. Dus wat er gebeurt is dat er een soort leiding die verstopt is, wordt eigenlijk opgeschoond, om het maar even beeldend uit te leggen. Mm-hmm. Daardoor wordt die weg schoongemaakt en kunnen wij steeds verder en dieper met elkaar terugkeren in het bewustzijn. Ja. Ja. Het is heel boeiend. Ja, absoluut. Als we de volgende slide even kunnen zien, en dan zegt Morpheus hier tegen Neo, en Neo die wordt hier wakker in een realiteit waar alles geprojecteerd kan worden. En hij zegt van ja, de realiteit is eigenlijk niets meer dan elektrische signalen geïnterpreteerd door je hersenen. En daaronder zie je een plaatje van de echte wereld. En machines eigenlijk die de wereld hebben overgenomen en hebben verwoest. En die machines is dus dan die artificial intelligence. Ja.
Nou ja, dat is precies wat je zegt. Dit is ook wat er aan de hand is. En het wordt me niet in dank afgenomen dat ik dit onderwerp wel eens lanceer. Want het betekent op de een of andere manier dat we dus schijnbaar geen kans hebben. En als je het bekijkt vanuit het punt waarin we nu zitten als beschaving, hoe het nu allemaal loopt. Kijk gewoon om je heen wat er allemaal gebeurt op de planeet. We krijgen maar een glimp te zien van de narigheid. We krijgen al helemaal niks te zien van de mooie creaties. Maar het is gewoon heel erg schrijnend. En bijna schunnig te noemen dat een beschaving zoals de mens, met de vermogens die we hebben en de mogelijkheden ook op technologisch gebied, dat we eigenlijk zo in deze situatie terecht zijn gekomen. En dat heeft alles te maken met onderdrukking van die kunstmatige intelligentie. Ja. Ik heb nog een vraag tussendoor van een kijker, Raven Speaks. Die zegt, Martijn, kun je ook energievelden die als koepel ergens overheen worden geplaatst, op energetische levels om alles te onderdrukken en dan over een enorm groot gebied? Ja, die zijn er en die kun je soms ook fotograferen. Er zijn mensen die leggen dat ook vast, per ongeluk op het fototoestel. Ligt hem niet aan het fototoestel, het heeft te maken met diegene, het bewustzijn van die mevrouw of meneer, is in staat om dat te interacteren met dat bewustzijnsveld. Download dat in dit bewustzijnsveld, dus in deze realiteit. En vervolgens wordt het dus op het fototoestel vastgelegd. Ja, die koepels die zijn er. Het zijn heel verschillende technieken. Echt letterlijk technologie wordt daar ook voor ingezet. Plasmatechnologie worden ervoor ingezet. Om collectief mensen af te schermen van de vrije energie die van buitenaf naar ons toe komt. Dus het zonlicht, zeg maar. Maar niet alleen het zonlicht, hoor. Want er zijn heel veel krachten die wij op dit moment niet zien. Die ons dus voeding geven, die ons liefde geven. Niet alleen het zonlicht. Maar er zijn zoveel technologieën op dit moment rondom de aarde geplaatst. En daar zijn ook heel veel verhalen over dat die technologieën weer worden weggehaald door de Galactische Federatie. En dat het allemaal opgelost is en dat het allemaal klaar is. Niet in dit bewustzijnsveld waar we nu in zitten. Dus hele mensenmassa's worden gemanipuleerd. En dat kunnen ze ook op een individu kunnen ze dat ook loslaten. Het zijn holografische programmeringen. Het gaat via quantum computersystemen. Dat is allemaal niet zo 1, 2, 3 uit te leggen. Maar dat gebeurt allemaal via een technologie die aangeleid zit in het bewustzijnsveld en in onze hersenfrequentie waar wij nu zitten. Dus we worden daadwerkelijk onderdrukt in ons vermogen. En ja, je kunt dat allemaal gewoon negeren en inderdaad gewoon lekker je vakantie vieren en zo ontspannen en een heel gelukkig leven van maken en onderzoeken hoe het een en ander in elkaar zit. En dat is ook allemaal prima, maar er zal voor ieder mens en ieder ziel in dit proces waar we nu zijn, zal er een moment komen dat hij of zij voelt van dat je dit niet bent, dat je je niet identificeert meer met je rol die je speelt. En dat is een hele belangrijke stap in ons evolutieproces. Ja. Dus ja, dat kan, die energetische levels die bestaan. Ja? En dat is een hele ernstige ontwikkeling. Het is trouwens ook een van de grootste redenen waarom Tesla, degene van die het vrije energie weer op de agenda heeft gezet, waarom hij uit zichzelf besloot om ermee te stoppen. Waarna er ook direct werd ingegrepen om het helemaal bij hem weg te halen. Hij had zelf al op een ander bewustzijnsfrequentieveld, in een hoger gedeelte van hemzelf, had hij besloten dat hij dat niet zou lanceren vanwege het grote misbruik. Omdat hij heeft gezien, door de technologie waar hij mee werkte, het contact met andere dimensionale wezens, wezens van licht, zoals we dat dan noemen, welwillende wezens, heeft hij beelden gezien, ze hebben hem meegenomen, ze hebben laten zien in wat voor wereld de aarde zit en wat er zou gebeuren door de mens zelf, daar gaat het dan om, met hoe wij ontwikkeld zijn, hoe wij zouden omgaan met die vrije energie. En het is natuurlijk nu belangrijk dat die vrije energie wel vrijkomt. Maar ja, dat is een andere tijd geweest. En het is allemaal veel groter dan wat we tot nu toe denken. Het is niet alleen maar de banken die het spel spelen, maar ook de onnozelheid, de onwetendheid en de onbereidwilligheid om het gewoon ook met z'n allen anders te doen. Ja. En dat kunnen we echt. En dat zijn we natuurlijk ook allemaal aan het doen. Ja. We werken allemaal prachtig aan onszelf. Even twee puntjes. Even één nog van praktische orde. Wat ik niet heb genoemd in het begin is dat wij van plan zijn om de uitzending langer te laten duren. Er waren ook een aantal opmerkingen over. Dat mensen het wel heel erg kort vonden, dat uurtje. Dus wij gaan hem langer als een uur doen. We stevenen af op 1,5 uur met een max van 2. Om nog even erop in te haken met die energievelden die als koepel ergens overheen worden gezet. Harald Koutsvella, en die heeft dat technisch, legt hij dat perfect uit. Als je daarop googelt en je volgt presentaties van hem. En we hebben een vorige uitzending ook even gememoreerd in relatie tot de chemtrails. En hij laat echt wetenschappelijk zien hoe dat zit. Hoe die energievelden als koepel
fungeren, zeg maar. Ja. Allerlei doeleinden. Ja. En daarom is het ook heel fijn dat er zoveel mensen over spreken en dat er ook zoveel informatie is. En natuurlijk is er ook veel desinformatie bewust in het veld. Maar wij hebben allemaal juist dat grote gereedschap in ons om te voelen ergens waar wel een stukje onderzoek mag liggen. En op het moment dat ik dus voel dat ik daar ergens niet moet zijn, dan doe ik. Dan ga ik het juist lezen en zoeken. Want ik laat me de les niet lezen, ook niet eens zeggen door mijn gevoel. Want mijn gevoel kan me alles vertellen, maar ik weet ook dat het gevoel interpreteerbaar is op onze persoonlijke ervaringen. Dus een gevoelsbewustzijn wordt wel degelijk gemanipuleerd door dit leven. Ja. Ik zie ook een vraag over spinnen. Ik vind spinnen eng. En gaat er ook wat zo wat voor op de loop? Kan dit dan komen door de nanotechnologie, de robotspinnen waar ik het over heb? Waar Martijn het over heeft, dat ik dit heb meegemaakt en als angstig heb ervaren. Want het zou veel kunnen verklaren voor mij. Ja, dat is het ook. Wij dragen in ons onderbewuste, uit een ander database waar veel grotere ervaringen liggen, dragen wij allemaal informaties in ons, ervaringen. En die druipen dus door. En soms weet je helemaal niet eens waar het mee te maken heeft. En je kunt een angst hebben voor vliegen. Dat kan betekenen dat je bang bent voor het vliegtuig. Maar het kan ook zijn dat je angst hebt om los te komen van de controle. En dat je heel bang bent om te gaan leven, om vrij te komen van controle. En dus je kunt alles op een heel verschillende manier verklaren. De beste manier is om het gewoon te gaan ervaren, om het gewoon te doen. Dus het is niet voor niets dat iemand zoals Emil Ratelband bijvoorbeeld je dan een spin op je hand geeft, om die angst te herschrijven, om het te hervoelen. En daarmee ga je die angst hier herschrijven, maar neem niet weg dat die spinsystemen er dus nog steeds zijn. Maar daar hebben we hier geen last van, en daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Maar het betekent wel dat door het te herkennen in ons bewustzijn hier, dat het invloed heeft op het controlemechanisme daarachter. En daar zijn trouwens ook allemaal weer allemaal ideeën op uitgedacht, hoe daarmee om te gaan. Maar dat is dus wat er gebeurt. Hè? We krijgen dus gevoelens, angsten door ons heen, die niet altijd of bijna nooit eigenlijk gekoppeld zitten aan dit leven. Ook niet aan vorige levens. Helemaal niet aan vorige levens. Oké. Okay. Dus even de volgende slide kunnen zien. En dan zien we dat er... Ja, dank je. En dat we niet geboren worden, maar gewoon uitgebroed, zeg maar. Er is nog een vraag van Riet op de mail binnengekomen. Goh, is bescherming van engelenvragen goed? Of geef ik daarmee eigenlijk een brevet van onvermogen af? Ja, dat is een interessante vraag. Want dat hangt er ook weer vanaf vanuit welke realiteit je die vraag stelt. En zo kun je natuurlijk overal een draai aan geven, hoor ik mezelf dan wel eens denken. En toch is precies wat er aan de hand is. Ja, engelen, de energieën van de engelen, de bewustzijnsfrequentie van liefde, die zijn er gewoon. Die kunnen wij gewoon altijd aanroepen. Daar kunnen we gewoon op vertrouwen, daar kunnen we gewoon op rekenen. Het is alleen wel zo dat, en dat is nou juist waar we naartoe gaan, dat wij die krachten in ons dragen. En dat het aan ons is om ons uit die gevangenis, die onderdrukking te halen. Dus niet alleen maar te praten over de liefde, maar ook die liefde te laten vrijkomen. Juist doordat wij kunnen erkennen in onszelf dat er veel meer in ons verscholen ligt. Alleen dat, dan datgene wat we nu doen. Dus even over wat Anita daar vraagt. Hè. Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk in zichzelf het lef om helemaal zonder een vorm van religie, helemaal zonder een vorm van engelen, helemaal zonder een vorm van bescherming, helemaal los van alles wat je zou kunnen bedenken, wat jouw hoop en ondersteuning geeft. Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk het vermogen in zichzelf durven naar buiten te laten komen, dat we op eigen vermogen zonder angst kunnen leven? Misschien is dat wel de grootste boodschap van het atheïsme. Mm-hmm. Niet dat er geen God is, de verbindende kracht van liefde, en noem het God, dat mag. Eén kracht, de kracht, de wet van één. Dat deze er gewoon is. Want dat is de verbindende en de liefdevolle kracht achter en door alles heen. Ja. Het is alleen zo dat het in ons zit. Wij zijn een deel van die kracht. Wij zijn die kracht daardoor ook. Ja. En dat is wat we mogen doen. Dus elke vorm van het buiten jezelf plaatsen is werkzaam. Ja, Anita, dat werkt dus. Het is werkzaam, daar kun je ook op beroepen. Maar besef je ook dat het een kracht is uit jezelf. Dus in welke vorm we het zetten, dat maakt eigenlijk niet uit. Je kunt dat ook gewoon in jezelf oproepen. En dan werkt die nog veel krachtiger. Want de enige die ons echt hier kan beschermen en die ons echt liefde kan geven, dat klinkt heel erg raar wat ik nu zeg, maar dat is het ras wat op deze planeet hier nu het gewaarzijn heeft. Wij dragen codes in ons die gelinkt zitten aan het vrouwelijke bewustzijn van deze planeet.
aan de schepping, aan de wedergeboorte van datgene wie wij zijn. En kunnen we ook alleen bij onszelf zoeken. Nou, weer een heleboel woorden, ik weet het. En toch is dat het allerbelangrijkste. En kun je dus altijd ook engelenenergie aanroepen. Je kunt ook je galactische familie af en toe eens even toespreken. Want die zijn er gewoon. Het is alleen wel zo, als je goed naar ze luistert, dat ze dan wel heel porrend zo tegen je zeggen van... Hey, je moet het wel zelf kunnen doen hoor. Je moet het wel durven. Ja, ja. Weet je? En daar wordt ook heel veel om gelachen over deze ernstige situatie waarin we in zitten. En dat we zo verblind zijn. Het speelt zich recht in ons gezicht af. We zien het. Ja. Maar het is een format des levens waardoor we denken dat dat heel normaal is. Ja. En daar horen alle modellen bij waar we in zitten. En alle krachten die dwars door alles heen lopen. Dus denk maar ook aan het geldscheppingssysteem. En al die kunstmatige invloeden van buitenaf die het hele model hebben uitgevouwen. Jongens, we zijn toch met elkaar in staat om een prachtige, mooie realiteit weer terug te halen waar wij nu zitten door het te belichamen. En dat is wat ik ook zeg, op het moment dat je sterft, dat je niet per se een keuze hoeft te maken voor licht of duister of wat dan ook. Dat klinkt ook allemaal natuurlijk een beetje vreemd wat ik nu zeg, maar je hoeft helemaal niet te kiezen. Want op het moment dat je echt sterft, er is namelijk geen hel, dan kun je gewoon zijn. En dan is er alleen maar liefde en verbinding waardoor jij daar... door wordt opgenomen. Dus je hoeft helemaal niet ergens een keus voor te maken. Dus dat vind ik het meest leuke van mensen die heel spiritueel zijn, die alleen voor de goede zaak gaan in spiritualiteit. Mm-hmm. Dat ze roepen van ik ben de dualiteit voorbij. Dat is op zich heel knap. En dat ze dus ze zijn niet meer in dualiteit, maar op het moment dat ze dan over de dood spreken, dan zeggen ze je moet wel kiezen voor het licht. Nou, dat is toch een interessant onderwerp om te onderzoeken. Want ja, absoluut. We zeggen het hier, maar het komt ergens vandaan. Hè? Dus wij zijn zulke grote mooie wezens. Wij hoeven helemaal nergens bang voor te zijn. Echt helemaal niet. Ik was toen ik me dat jaren geleden voor het eerst realiseerde... dat je uiteindelijk toch echt zelf verantwoordelijk bent voor alles. En dus dat ook je hoge zelf en je engelen... en dat je die eigenlijk ook nog moet... overstijgen of dat je of dat het eigenlijk misschien wel de grootste wachters bij de poort zijn nog voordat je je eigen kracht in je eigen kracht gaat staan. Ja. Dat vond ik een hele heftige realisatie, kan me nog bedenken. Ja. Ja, en weet je, en als wij in die modellen blijven kleven waar we tot nu toe in hebben gezeten, die ons op zich heel dienend zijn geweest, omdat we steeds verder in het bewustzijn keren. Als je daarin blijft plakken, dan beperk je jezelf in feite gewoon in je grootsheid. Want het enige wat bij de mens gezien mag worden, is gewoon wie wij zijn. Het mag gewoon eruit komen. Laat het maar komen. Kom maar. Ik bedoel, het is het mooiste wat we mee kunnen maken. Ja. En daar is echt centraal respect, ondersteuning, rust voor elkaar, naar elkaar toe, is een hele belangrijke draaggolf. Ja. En wat je dus ook ziet gebeuren op het moment dat je over dit soort onderwerpen spreekt, is dat de mensen die juist heel erg voor de liefde gaan, de ander willen platstampen, uit een bepaald gevoel van binnenuit, ook heel slecht ineens over elkaar gaan praten, omdat je wordt bestempeld als een doemdenker. Hè? Dat gebeurt. En er zijn miljoenen doemdenkers. Dus we hebben heel wat platte stampen natuurlijk. Maar waar het wel om gaat, is dat we dus vanuit respect mogen werken. En op het moment dat ineens naar voren toe komt, dan verliezen al die mensen die dus roepen dat het alleen om liefde gaat, verliezen dus in één keer de basisregel van het universum, dienstbaarheid en respect. Want ook als je het niet met elkaar eens bent, kun je toch respectvol met elkaar omgaan. En dat is precies wie we zijn. Nou, wat je in de Matrix ziet, is dat daar aan gesleuteld wordt om daar niet meer in terug te keren. Dat we compleet vergeten zijn wie we zijn. En dan erop rekenen dat er zoveel angst is in ons bewustzijn dat we niet meer verder kunnen. Dat we niet meer verder durven te onderzoeken. Ja. Nou, proost. We gaan gewoon lekker verder onderzoeken. Ja. Ja, in de volgende slide wordt ook antwoord gegeven door Morpheus van wat de Matrix is. En die zegt eigenlijk gewoon van ja, het is controle. Het is een droomwereld om ons onder controle te houden. Om ons te veranderen in een batterij. Het is een mind control ook. Als jij zo'n plaatje ziet, wat zijn jouw associaties daarbij? Nou ja, dat is natuurlijk een plaatje. Kijk, wat ik zelf meemaak is dat de controlelagen achter het bewustzijnsveld, achter de schepping van wie wij zijn, energie nodig hebben om zelf te kunnen blijven bestaan. Om ook te kunnen scheppen, maar vanuit de externe realiteit. En wat ze nodig hebben is een dimensionaal scheppingsveld en dat dragen wij in ons. En dat is ook het veld wat gehackt is. Mm. Dus wij zijn een soort...
Wij zijn een soort batterijoplader, zeg maar, voor hun. En dat is een heel simplistische uitleg, maar zo kun je het eigenlijk wel uitleggen. En ja, en dat is mijn ervaring. Dus we worden gewoon letterlijk bestolen, op een bepaalde wijze, van onze energie. Niet onze fysieke energie, maar voor ons creatievermogen, van die schepping. Mm-hmm. Dat wordt bij ons weggehaald. En dan zou je zeggen, jemig, dat kan toch niet? We zijn toch zulke mooie wezens? Hoe kan dat dan nu gebeuren? Dat is, moeten we toch tegen bestand zijn? Nou, precies dat zijn we nu aan het leren. Dat is het mooie. Wij zijn aan het leren hoe we bestand zijn daartegen. Daarom is deze ervaring ook nodig. Maar het wil niet zeggen dat de uitkomst daarvan vaststaat hoe dat plaatsvindt. Dat schrijven we met elkaar. Ja. Ik zie trouwens een hele interessante vraag. Mag ik die... Jazeker. Ja? Er staat een vraag van iemand die hem heeft ingezonden. Je beschrijft dat de weg is om gevoelens te onderzoeken. Je komt verder heel rationeel over. Hoe verhouden gevoel en verstand zich tot elkaar voor jou? Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. Dank je wel. Nou, dat is natuurlijk alles heeft te maken met beeldvorming en ook wat ik dus ook afgeef van mijzelf. Ik ben een heel sterk in het intellect ontwikkeld mens. Niet ontwikkeld, dat heb ik gewoon meegenomen. Ik heb geen universitaire opleiding, et cetera, maar ik heb mijn gevoel als sleutel, als kracht aangewend om datgene te kunnen manifesteren in de wereld van van de ratio. Dus wat ik heb geleerd is om dat wat ik allemaal meemaak in liefde ook te kunnen vertalen in woord, dus ook in vorm. Dus vanuit de vormloosheid te kunnen presenteren in de vorm. En de mensen die niet met mij spreken en die mij buiten het praten omkennen, die weten dus hoe ik in dat andere stuk kan zijn. Dus dat is iets wat samengevloeid is. Ik vind dat een hele interessante vraag. Ik besef dat dat ook zo overkomt. En op dit moment is dat ook zo te zien. Maar niets is minder waar dan dat. En daar ligt ook een stuk te doen bij onszelf, dat wij elkaar niet gaan, en dat is logisch hoor, dat we elkaar niet dat plaatje meegeven wat we denken dat we van elkaar zien. Want ik heb het laatst bij een bijeenkomst gezegd, voordat we weggingen, hele mooie samenkomst op een avond. Ik zeg, goh, ik ga nou lekker naar huis en ik wil jullie allemaal een vraag stellen. En dat is dit, een verzoek doen. Jullie zien mij altijd praten voor zalen, et cetera. En ik heb altijd het hoogste woord. En mensen vragen me van alles. En ik heb al 10 keer die sticker eraf gehaald van vraagbaak, want ik weet het ook niet. Het enige wat ik kan doen, is spreken over dat wat ik meemaak. En wat ik weet, wat kan ik delen. En toen heb ik tegen die mensen gezegd, als ik nou straks naar huis ga, doe ik gewoon mijn kleren uit. Ik ga mijn pyjama pakken en ik pak een hele ongezonde zak chips, hè, bij wijze van spreken. Dat doe ik eigenlijk niet meer. Dat heb ik wel heel veel gedaan. En ik ga lekker op de bank liggen en meng dat beeld nou eens lekker erdoorheen. Dat ik ook in mijn tuin werk, dat ik zit te mediteren. En dus dat is de opdracht voor ons allemaal. Om de beelden die we van iemand denken te zien en de gevoelens die daarbij naar voren komen, om die ook los te mogen laten. Ik ben een heel diep emotioneel gevoelsbewustzijnsmens. Heel kwetsbaar ben ik. Ik zie heel veel, ik voel heel veel buiten het zichtbare spectrum om. En ik ben ook heel diep in verbinding met de natuur. Dat geeft mij alle energie en kracht. En de dieren brengen me zoveel onvoorwaardelijke liefde. En ik nodig mezelf ook uit, en daar werken we ook aan, om ook buiten dit stukje ratio wat je van Martijn ziet, om ook het andere stuk te kunnen zien. Maar ja, alles kent op een bepaalde manier toch een vorm. En op dit moment is deze vorm dan even zichtbaar. Dankjewel voor je mooie vraag. Ja, mooi. Ja. Misschien wel herkenbaar voor heel veel mensen. In de volgende slide zien we de woman in red. En hij loopt hier eigenlijk door de matrix. En er wordt er doorheen geleid. Hij zegt van... maar wordt ook afgeleid door deze vrouw in het rood. En zegt Morpheus tegen Neo van... Goh, kijk nog eens naar die vrouw. En dan is die ineens veranderd in een agent. En dus zegt hij ook van... Nou, zolang je niet ontkoppeld bent, is iedereen zou een agent kunnen zijn. En dan staat agent in dit geval voor een soort controleorgaan. Hè? Ja, Mr. Smith of de controle, of de vertegenwoordiging van de AI inderdaad. Ja, ja. Ja, kunstmatige intelligentie. Ja, dat is natuurlijk ook heel beeldend uitgedrukt. Hè? Dus die dame in het rood, dat zijn zeg maar de uitdagingen die ons leiden. In het leven, van dat wij dus vanuit die schepping voortdurend alert zijn, dat we keuzes maken op basis van ons bewustzijn van gevoel, ons diepere liggende emotionele bewustzijn. Dus niet huilen of lachen, maar een emotioneel frequentiebewustzijn. Wij worden als mens, als soort, worden wij heel hard, heel hoog geprezen, om het zo maar te zeggen, omdat wij iets in ons dragen wat met ons emotionele frequentie te maken heeft, waar ons scheppingsvermogen in ligt, waardoor we invloed
kunnen hebben en altijd hebben gehad, maar ook weer gaan toepassen in al die lagen van bewustzijn. En die dame in rood, dat is dan zeg maar het voorbeeld wat daar wordt aangegeven, de afleiding en ook de misleiding. Dus dat je voortdurend alert blijft, dat je niet je ogen richt op iets wat heel erg verblind wordt in je leven. En dat is in de film van de Matrix, dat vind ik wel erg leuk. Op een gegeven moment kijkt hij dus naar die mevrouw, want hij ziet natuurlijk een mooie dame voorbij lopen. En hij kijkt daar zo naar en op een gegeven moment is dan, hij kijkt nog een keer en dan blijkt dat dus de misleiding te zijn. Zo'n agent. Hè, dus een van de controlelagen. Dus wat de boodschap is, is dat wij bij onszelf blijven en ons niet laten leiden en misleiden door prikkels van buitenaf. En eventjes over die kleur rood. Dat heeft ook te maken met ingeprogrammeerde sessies, dat wij bij een bepaalde kleur iets zien. Denk maar even aan hypnosesessies, dat er voor een grote zaal een mevrouw met een bloemetjesjurk voorbij loopt. En dat die 1000 mensen allemaal tegelijkertijd een beweging maken om een plastic zak onder de stoel weg te pakken. Allemaal omdat ze onder hypnose geprogrammeerd waren, dat als die mevrouw met die bloemetjes voorbij kwam, dat die 1000 mensen die zak onder die tafel weg of onder die stoel wegpakten. En zo kun je het ook zien dat de hele wereld in een soort massahypnose hangt. En dat er ankers en tekens zijn die wij niet zo 1, 2, 3 zullen begrijpen. Zoals een vrouw in het rood. Of onder andere 2 torens die in brand staan en naar beneden gaan. Dat daarachter een veel groter programma ligt wat gelanceerd wordt. En dus het is een soort collectieve zinsbegoocheling. Waardoor je wel kunt zeggen dat die flats omgegaan zijn. Die Twin Towers. Ja. Maar het hele 9-11 verhaal op zich ook bestaat uit allemaal verschillende oorzaken. En dat heeft alles te maken met die mevrouw in rood. Want we laten ons afleiden door die mevrouw in rood. Of nou ja, ook de man in rood. Want het heeft helemaal niks met die mevrouw te maken. Maar dus we hebben voortdurend afleidingen. En het bijzondere is dan ook weer dat het weer een vrouw is. Want waarom wordt in die film een vrouw genomen voor daarvoor? Ja. Dus ze proberen de krachten achter de schermen, proberen dus de focus te leggen op de vrouw als het verraad. Terwijl het net andersom is. Hè? Dus voortdurend dienen we alert te zijn. En je ziet ook overigens, dat vond ik wel heel interessant. Ik heb iemand ontmoet via de lezingen die mij daar ook bijzonder alert heeft gemaakt. Over dat mensen altijd vrouwen plaatsen in reclames, maar ook in presentaties, in lezingen. Het vrouwelijk bewustzijn, de vrouwelijke moeder aarde. Het is altijd liedjes die worden gedraaid, zijn meestal vrouwen, engelen, stemmen, et cetera. Jemig, ik denk, dat doe ik ook aan mee. Dus ik heb dat direct herzien en ik dacht van, nou, dit is echt een les, want ik zit dus ook in dat stukje. Dus ik heb dat gelijk onderzocht. Dus als we dat allemaal gaan onderzoeken, dan brengen we dus een collectieve heling. Maar die vrouw in rood, of die man in rood, die zien we dus dagelijks voorbij komen in allerlei facetten. Alert en waakzaam. De mensheid heeft voor een hele lange tijd in een enorme massahypnose gezeten. En het gaat nu stapsgewijs, maar heel snel komen er allemaal prikkels in het veld, waardoor mensen ontwaken en alert worden. En we zitten nu in een alertheid en ontwakingsproces. Ja, dat zie je echt dat gaande is inderdaad. Ja, wereldwijd. Ja. We zien het natuurlijk dagelijks, maar we kunnen het ook gewoon voelen. Als we onze ogen dicht doen, we zetten de tv uit, we gaan lekker in de tuin zitten, dan kunnen we stemmen ons af op het resonantieveld van de aarde. Dan kun je letterlijk de klanken en de warmte kun je horen, maar ook de geluiden. Het is letterlijk te horen, het is te voelen. Ja. Zo ontzettend mooi proces. In de volgende slide zie je iemand die helemaal niet blij is dat hij de rode pil heeft genomen. En die zegt, waarom heb ik in godsnaam niet die blauwe genomen? Mm-hmm. Want ik vind deze wereld helemaal niet leuk als ik wakker ben geworden. Dus ik wil eigenlijk wel weer terug, want daar was het toch allemaal redelijk fijn en prima. En daar had ik gewoon een goed leventje. Dus die ruilt hier eigenlijk in deze scène zijn bewustzijn van de echte realiteit. Mm-hmm. Terug, die verkoopt hij. Die zegt van, nou, als ik je nou Neo lever, mag ik dan wat aanzien en wat een leuk leventje. En ik wil wel acteur worden of zo. Nou, zegt hij, dat is goed. Als je mij Neo levert, dan is jouw naam Reagan. En dat zie je ook als een terug in het satanisme. Dat de en de trade-off die is dat als je verraad doet aan het demonische, aan het aan Satan, en dat je daar wereldse genoegens voor terugkrijgt. Ja. En dat zou je hem zo kunnen zien?
Ja, zo kun je het zien. En dan kun je het satanische gebeuren ook weer onderverdelen in allerlei verschillende lagen. Maar laten we het gewoon even terugbrengen naar de essentie. Het zijn de controlemeesters die deze realiteit ook letterlijk kunnen beïnvloeden. Mm. Ze kunnen gewoon iets laten ontstaan. We zeggen wel eens van de duivel scheidt altijd op de grootste hoop. En dat is ook niet voor niets. Hè? Maar we kunnen ook zelf invloed terugbrengen vanuit creatie en vermogen. Om dus deze realiteit zo te creëren dat hij jou dus ineens iets cadeau gaat geven. Omdat je het uitzendt. En daar wordt heel veel over gesproken. Maar er zijn maar weinig mensen die er ook echt actief mee bezig zijn. Je kunt de cursus en workshops over volgen, maar houd maar eens vast en pas het dan maar eens toe. Nee. En dat heeft alles te maken met ook deze realiteit te doorbreken. Dus als je dit gaat bekijken, dan je gaat dit zien. En natuurlijk, als je met deze materie bezighoudt, dan komen er wel eens gevoelens naar boven. En daarom is het ook belangrijk dat we ook als een soort lichtplatform maken, als het ware. Dat we kunnen uitwisselen met elkaar. En dan kan er ook wel eens het gevoel komen van, ja, maar ik wil hier helemaal niet meer mee bezig zijn. Ja. Ik wil die pil, doe maar die antipil eigenlijk maar. Hè? Ja. Nou ja. Dat is niet mogelijk, want die kennis zit in je. Je kunt jezelf wel weer in die illusie werpen. Ik heb wel met mensen te maken gehad die volkomen begrijpelijk, en ik heb er heel veel respect voor, op een gegeven moment dus letterlijk door onder andere dit soort onderwerpen, daar waren ze gewoon zelf mee bezig, na vele jaren ineens compleet gecommitteerd waren weer aan de katholieke kerk. Ja. Dus compleet helemaal teruggingen die kerk in. Boom, van het een het andere moment. Ja. Dus ook alle rituelen die erbij horen en de ceremonies. En dat is goed hoor, want er is helemaal geen goed of kwaad daarin. Maar het is wel iets wat je kunt bekijken en onderzoeken van wat gebeurt er. Wat voor programmeringen liggen er in jouw diepste binnen opgeslagen. Waar nog steeds schuld in jouw systeem zit. Dat je moet dus boete doen voor het goddelijke. Dus je moet terug naar de kerk. En je moet afscheid nemen van je autoriteit om te onderzoeken hoe het zit. Want je mag je niet bezighouden met dit soort zaken. Het zijn diepliggende programmeringen om ons af te houden van die vrijheid. Ja. Om dat te ontdekken. Ja, en als je dus die andere pil wilt innemen, ja, dan kun je dat op heel verschillende manieren doen. Maar de kennis blijft in je systeem zitten. En als die eenmaal naar boven is gekomen, zelfs als je het niet wilt, het speelt in je, want het zit in je. Het is wie we zijn. Ja, je kunt het gewoon niet meer ongedaan maken, wat je weet. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Dat is echt de wedergeboorte van het liefdesveld. Dus wij gaan terug naar een oorspronkelijk vermogen waar wij in zijn geweest en nog steeds in zitten. Maar waar we eventjes tijdelijk, gedurende lange tijd, toch tijdelijk even geen bevoegdheid in hebben. En dat is het mooie en dat is ook de hemel op aarde scheppen. Wij zijn gecreëerd naar onze schepper en dat zijn niet de Anunnaki. Nee. Mm-hmm. In de Matrix komt ook de analogie voor dat dat the one, Neo is the one. En dus er wordt over gezegd van en dat er met het creëren van deze Matrix iemand in is gezet die, als hij zou willen, alles kan veranderen. Mm-hmm. En dat dat één persoon is. En in deze film is dat Neo. Wat is jouw gevoel daarover in de realiteit wat jij daarvan hebt meegekregen? Klopt. Dat is het bijzondere. Kijk, Neo, wij zijn allemaal een Neo. Allemaal. Okay. Wij zijn Neo. Want Neo, die dus die invloed heeft, the one, we are the ones. Dat is letterlijk wat het is. The ones. Ja, yeah. We are the ones. En dat is zoiets bijzonders. Ga dat maar eens gewoon in de spiegel uitspreken op het moment dat je even de tijd neemt voor jezelf. Kijk maar eens heel diep in je ogen. Yeah. En zeg dat maar eens. Ja, en dat is het gegeven. Wij kunnen dus letterlijk die invloed terughalen. Het is daadwerkelijk mogelijk om neergeschoten te worden, doorzeefd te worden door kogels, en die kogels uit je lichaam te duwen, en vervolgens zoveel invloed te hebben dat je lichaam ook weer dichtgroeit. Het heeft te maken niet met onze DNA-code in ons fysieke lichaam, het heeft te maken met een heel groot frequentiebewustzijn om ons heen, in een relatie tot de aarde. Dus onze neurologische systemen en veel meer dan dat. Ik zie daar ook een vraag, die wil ik daar gewoon wel bij stellen. Harald, die Duitse man die lezingen geeft over artificial intelligence, de indringende krachten, spreekt ook over de leilijnen en hoe belangrijk die zijn. Worden ze nu ook negatief gebruikt voor de ons beheersende matrix waar we in zitten en kunnen we dat transformeren en hoe? Nou, dat is absoluut wat er dus aan de hand is. Er zijn op deze planeet, heel veel, onze planeet is bewustzijn, onze planeet is licht. In het frequentiebewustzijn waarin we nu zitten, wat wij ervan waarnemen, is het een soort fysieke realiteit. Maar even terug, want de aarde is onderdeel van deze matrix. Ja, nou het hele universum is dat, dat is heel bijzonder. Dus het is niet alleen wij en de aarde waar we leven, maar het is alles wat wij waarnemen. Dat is nou juist de clue. Mm-hmm. De clue is dat alles wat wij waarnemen in die matrix zit. Het zit niet buiten ons. Wij zijn dus de waarnemers van die matrix.
Dus wij zijn de soldaten van onszelf. Hè? We hebben onszelf gekneveld. En de vraag is van over die leilijnen, of dat ook misbruikt wordt. Ja, op dit moment wordt dat ook misbruikt. A, door überhaupt collectief dat te ontkennen dat er krachten zijn in onze planeet die helend en opschonend zijn. Mm-hmm. Maar ook dat onze aarde gevoel heeft. Een bewustzijn, een zeer hoog bewustzijn. En dat dat bewustzijn gekoppeld zit aan ons. Dus de krachten die ons als waarnemer laten fungeren en ons laten zien deze realiteit, hebben ook in het programma van deze bewustzijnsvelden waar wij in zitten met elkaar, dus alles wat wij buiten ons, maar ook in ons hebben, hebben ze programma's draaien waardoor het hele systeem van de aarde ook geïnfaseerd is. En dat is ook waar ik ook onder andere in de lezing ook over spreken, een tipje van de ijsberg, want ik praat alleen maar over fragmenten om mensen zelf in het onderzoek te houden, om dat te gaan bekijken. En wat ook piramides exact doen op exact bepaalde locaties. En hoe we dat kunnen oplossen, hè, de piramides op dit moment zijn gehackt. Het is een gehackt systeem. Maar de oorsprong van de piramides is om juist het bewustzijnsveld van waar wij in gevangen zitten te verhogen. Dat wisten andere dimensionale rassen en beschavingen die hier op de aarde waren. Die wisten dat. Die konden door ruimte en tijd reizen. Maar die wisten ook dat ze hier niet lang moesten blijven. Mm-hmm. Omdat ze anders ook gehackt worden. En ze zijn vertrokken. Ze hebben dat voor ons achtergelaten. En het is nu aan ons om heel veel licht, niet licht van de lampen, maar energie vanuit bron, schepping, wie wij zijn, om dat massaal vanuit een coherente groepsverbinding naar objecten toe te sturen, naar thema's toe te sturen. En met name dus dat het neurologische systeem, de leilijnen, of de leilijnen, maar hoe je het wilt zeggen, dat die dus vrij kunnen komen. En dat wil ik niet zeggen dat ze allemaal geblokkeerd zijn, maar ze worden wel onderdrukt. En dat is een planetair onderdrukkingssysteem. Dus hoe we dat kunnen oplossen is A, het kennis, het weten dat het zo is. Want het ongeziene heeft macht. Dus als we dat gaan accepteren, kunnen we dat transformeren. En dan zullen we elkaar ook echt bij nodig hebben. Dus het kan niet alleen bij het praten blijven aan een ronde tafel. We hebben elkaar echt nodig. Ja. Nou, dat is misschien een mooi onderwerp om ook mee te nemen bij het aspect crowdpower. Wat ook wel onderdeel blijft van deze uitzending. Zeker. Ja. Als we even naar de volgende. Want wou je daar nog meer over zeggen? Of, Ja, ik wilde nog wel 5 uur over iets over vertellen. Maar ik denk dat het handig is om gewoon lekker door te gaan. Ja, heel goed. Hier is Neo aan het wachten op de Oracle. Die zich ook in de film bevindt. En daar komt hij dit jongetje tegen, de Spoonboy. En die eigenlijk ook buiten de Matrix bevindt. En die zegt van. Die zegt tegen Neo van, goh, probeer niet de lepel te buigen, maar probeer de realiteit te verwezenlijken. En zegt Neo van, goh, maar wat is dan de realiteit? En dat er geen lepel is. En hij zegt dus, je buigt uiteindelijk ook niet de lepel, maar je buigt jezelf. Mm-hmm. Ja, zo wordt het in die film ook uitgelegd. En dat is natuurlijk buitengewoon lastig. Vandaar ook die rationele inslag van mij om dat te kunnen vertalen. En ik ben er toch wel heel blij mee. Want daardoor kun je wel met elkaar ook in het verbale stuk met elkaar dialoog voeren. Het is natuurlijk zo, hè, op het moment dat wij gaan beseffen dat datgene wat we waarnemen, dat dat er niet is. Alleen maar bij de gratie van de waarneming. En we gaan dat echt voelen ook van binnen. Dan hebben we ook het vermogen om dat te veranderen. Denk even aan een droom. Wie kent de droom niet van zichzelf dat hij of zij ineens besloot om gewoon te kunnen vliegen en dat je dat kon? Ja. Maar dat met een volledig bewustzijn. Dus dan heb je dus in dat bewustzijnsveld de volledige bevoegdheid om invloed te hebben op wat je wilt. Of dat je de deur open doet en dat daar in één keer allemaal goudstaven uit een kast vallen. Omdat je voordat je die deur open deed, wilt in die droom dat je dus allemaal goud in je kast vindt. Dus je hebt invloed op wat er gebeurt. En dat is precies waar het om gaat. Het is mind over matter, dat hele thema, dat wij invloed hebben op hoe het programma geschreven is. En daarom spreek ik ook steeds dat het nodig is dat wij dit programma gaan belichamen. Denk gewoon eventjes bijvoorbeeld aan, daar heb ik het gisteren ook nog over gehad in een lezing, over Emoto, hè, inmiddels overleden. Ja. En die meneer die heeft ontzettend, onder andere niet alleen hij, hoor, heel veel andere mensen ook, onderzoek gedaan, wetenschappelijk onderzoek gedaan, op basis van het sturen van gedachten naar materie, naar planten, maar ook naar waterkristallen, door liefde te sturen en door angst te sturen, wat er gebeurt met die frequentie van het geometrische veld van het kristal. Dus daarmee is vastgesteld dat wij dus invloed hebben op elk geometrisch patroon. En nu zou je kunnen zeggen, maar waarom praten we over al deze nare dingen? Want dan komt toch juist die angst naar boven. Nou, dat is nou precies waar het om gaat. Op het moment dat wij die angst kunnen bespreken zonder het te voelen,
dat we in het vermogen zitten omdat er niets met ons gebeurt, kunnen wij dus die angstvelden, doordat die emotie van angst eruit is, en we kunnen dus liefde voelen in een angstig moment, dan kunnen wij het angstvibrationele veld dus transformeren naar het oorspronkelijke bewustzijnsveld waar het in was. Met andere woorden, wij vertalen, wij transformeren dat veld weer naar het oorspronkelijke veld. En dat is precies het frequentiebewustzijnsveld waar de aarde in verkeert, oftewel de menselijk bewustzijn in verkeert. Mm-hmm. En daarom is het ook belangrijk om te beseffen dat er inderdaad geen lepel is, zoals dat orakel, dat jongetje dat ziet. Wij zijn die orakels. Oké, hoe ga ik het nu toepassen? Er is geen pen. Maar gaat die pen dus nu om of niet? Dus nu kom ik op het volgende punt. Hoeveel vertrouwen heb ik in datgene wat ik dus voel? En, ook nog zoiets, hoeveel invloed is er om me heen? Ben ik daadwerkelijk in verbinding met mijzelf? Of zijn er prikkels van buitenaf? Ben ik schoon in mijn energieveld? Ben ik helemaal zuiver? Dus al dat soort zaken spelen mee. En wat voor grondtoon heb ik in mijn gevoel vandaag? De grootste sleutel, Arjan, is dat de mensen nog geen notie hebben hoe de hele gevangenis op zich wordt gestuurd op basis van ons humeur, onze gemoedstoestand, wat wij voelen. En dat is waarom we daar zo aan mogen werken. En daarom ben ik ook zo blij dat er zoveel therapeuten zijn die spreken over dat we de angst voorbij kunnen gaan, dat we het kunnen herschrijven, dat angst verpletterend is, dat angst vernietigend is. En op het moment dat wij snappen dat wij geen verpletterende gevoelens meer hoeven te ervaren in onszelf, terwijl we met hele spannende dingen te maken hebben, op dat moment dat we dat beseffen, dat we dat kunnen transformeren naar een liefdevolle frequentie, en niet meer voor weglopen, want je kunt iets niet transformeren door het weg te duwen. Dat kan niet. Dan komt het weer terug. En daar zitten mensen al heel lang in gevangen, in die loop. En dat is wat het orakel vertelt. Dat lepeltje is in wezen de bereidwilligheid om te ervaren dat jij degene bent die het script schrijft. Mm-hmm. Simpel eigenlijk, hè? Nou. Ja, 100 vragen die opkomen inderdaad. Maar in het kader van het programma dan gaan we lekker even door. Mm-hmm. Als we de volgende slide zien. En dan is Neo die is doodgeschoten in de Matrix, de wereld van de illusie. En Trinity, het vrouwelijke, dat kust hem met liefde weer tot leven. En dus, als je dat symbolisch neemt, dan is Neo, wij, het mannelijke, wij als samenleving, wij zijn doodgeschoten en het vrouwelijke, dus de liefde, is het enige waar we weer mee tot leven kunnen komen. Ja. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, dat is onze redding. Dat is onze zalving. Wij, de hele mensheid op zich, wij allemaal, verkeren in een soort voortdurende overlevingsstrijd. We zitten in allerlei modellen waardoor we echt gewoon vechtend bijna door het leven moeten. En je kunt dat ook afleggen, je kunt ook in de rust gaan zitten en in de bossen gaan zitten. Maar er zal ergens een bepaalde confrontatie zijn met het model. En als je daar dus heel goed mee om kunt gaan, is dat prima. Alleen het is niet planetair, is dat niet trillingsverhogend. Althans, wel voor jezelf, maar niet, er gebeurt niet iets fundamenteels. En als je dan kijkt naar die kus, de zalving van het bewustzijn, dat we noemen dat mannelijk en vrouwelijk, omdat we dus zo zijn gaan denken. Maar er zitten veel meer gradaties tussen het mannelijk en het vrouwelijke. Dat kunnen wij op dit moment even niet zomaar bevatten. Maar er is veel meer dan alleen het mannelijk en het vrouwelijke. Maar de dualiteit, de opsplitsing is daar wel, zeg maar, eventjes zo in uit te drukken. Dat is dat de pijn en het lijden wat wij met z'n allen ervaren, of waarvan we zien dat andere mensen dat ervaren, dat we dat kunnen helen door simpelweg het vrouwelijke toe te laten. Door de niet-ratio, dus het andere stuk van mijzelf, toe te laten in dat stuk. Mm-hmm. En zie hier wat er allemaal gebeurt. Ik geef maar even een praktisch voorbeeld. Ik heb meegemaakt problemen, uitdagingen, noem het maar hoe je het wilt noemen. Onoplosbaar. En dan komt er een mevrouw komt er aanlopen en ze zegt, oh, maar je kunt het ook zo doen. Je kunt het ook zo doen. En het is een totaal niet logische oplossing, maar hij werkt. En dat is dus buiten de ratio om, precies dat invoegen, buiten de vorm om, ploep, en daardoor lukt het. En dat is ook wat de wereld nodig heeft, heel veel vrouwelijke energie. En dat zie je ook bij heel veel mannen die hiermee bezig zijn. Ze zijn behoorlijk vrouwelijk ontwikkeld zijn, dat zie je dan ook aan hoe ze praten, zeggen ze over mij ook wel eens. Heb jij wel een vriendin? Ja, heb ik. Heeft er allemaal niks mee te maken, het is het vrouwelijke stuk in ons wat naar voren mag komen. En dat zie je in de Matrix heel sterk, dat hij dus doodgeschoten wordt. Of ja, hij wordt geloof ik doodgetrapt. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar het is in ieder geval zo dat in die matrix, dat die sterfelijkheid die hij dus heeft, dat weer een onsterfelijkheid wordt door die andere kant, dus niet de ratio, maar het gevoelsbewustzijn, volledig toe te laten. En je kunt rustig zeggen dat er twee verschillende kosmosen zijn.
één is de externe kosmos en één is de interne kosmos. En het interne is het stille, dus dat is deze wereld. Helemaal rust. Het moment. En de andere kant is het externe realiteit, technologie, praten, discussiëren, et cetera, et cetera. Vandaar dat ik me ook heel veel opschoon door rustige momenten in mijn leven te beleven. En dat is een twee verschillende realiteiten. En in het gevoel, als je daar helemaal naar binnen gaat met mediteren, en je gaat uit deze laag weg, kom je dus in contact met een transparante wereld. Een wereld die vormloos is, een wereld die liefde is, een kracht. We zitten opgesloten in het denken. Dus we kunnen wel mediteren om dat te voelen in onszelf, maar we willen deze wereld transformeren. En daarvoor hebben we dus heel veel liefde en vrouwelijke energie nodig. En dat is de boodschap van de Matrix, onder andere. Ja, ja, heel mooi. En als ik zo langdradig antwoord blijf geven, dan komt er natuurlijk nooit een eind aan deze uitzending. Nou, volgens mij zijn we bijna erdoor door de Matrix. Als we de volgende slide pakken. En als hij opstaat uit de dood, dan zegt hij één woord. En dat kun je zien bij de volgende slide. Dat is nee. En wordt hier vertaald als het meest krachtige woord in het universum. Dat hij nee zegt tegen het systeem van controle. En dat we alleen dan weer voort kunnen leven als soort. Ja. En dat de Matrix is controle. En dus zolang de controle is, zal de Matrix er altijd zijn. Dus dat is het tegenovergestelde van vrijheid. Ja. Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk issue, hè? Want dat is precies wat we weer kunnen bereiken door autoriteit te hebben. Dus het nee, van dat het geen toestemming is, geldt gewoon altijd in elke laag van ons bewustzijn. Maar hoe kun je nee tegen iets zeggen als je niet wilt erkennen dat het er is? Ja. Dus waar zeg je dan nee tegen? Dus ik kom weer op dat ongeziene stuk. Ja. En voor de mensen die de handvatten en het model hebben gecreëerd en dat ook dienstbaar hebben geacht dat het reïncarnatieprogramma zoals we dat nu kennen, dat model en dat wiel, dat dus daadwerkelijk werkelijkheid is. En dat wij aan het evolueren zijn naar een steeds grotere bewustzijnsveld en naar een steeds spiritueler level en dat er opgestegen meesters zijn in de vorm zoals we het nu hebben, die hebben dan heel veel moeite met dit verhaal. Maar het is precies dit stuk, dat wij die opgestegen meesters inderdaad al zijn geworden. En dat er nu een hek heeft plaatsgevonden. En nu zitten we in dit moment. Het moment, zeg maar, van waar jij het ook over hebt. Over die nee, die dikke nee. En het werkt. Je kunt dat doen. Ik heb zelf heel veel nee's gegeven. Bij attacks en aanvallen. En die zijn behoorlijk fors geweest. En omdat ik bereidwillig ben om alles te ervaren. En dat is dus het wonder van het leven, dat we dat gewoon mogen doen. En ons niet zelf limiteren, heb ik zoveel macht in mijzelf kunnen aanwenden dat ik dus de nee geef op het moment dat het zo heftig wordt dat je denkt dat je het niet meer aan kunt. En dan kun je besluiten dat het niet gebeurt. En dat is wat je daar ziet. The most powerful word in the universe, het meest krachtige woord in het universum, is natuurlijk liefde en niet nee. Maar in het stuk waar we nu zitten, is autoriteit het meest belangrijke in relatie tot liefde. Dus het is eigenlijk the most powerful words are no and love. Of love and no. Mm-hmm. Ja. Ja, een belangrijke toevoeging. Ik zie nog een vraag, mag ik die beantwoorden? Zeker. Daar staat de Galactische Federatie, wie zijn dat? Dat komt natuurlijk omdat ik daar een uur geleden iets over heb gezegd. De Galactische Federatie is een soort een samenwerkende groepering. Het zijn allianties tussen verschillende grote beschavingen die mensachtig zijn en niet altijd per se mensachtig zijn. De galactische beschaving bevindt zich niet in dit deel van ons bewustzijnsveld, bevindt zich ook niet in dit deel van het universele bewustzijnsveld. Dus alle channelings die daarover binnenkomen, als zijnde met voorspellingen dat het allemaal klaar is en opgeruimd en netjes, dat zijn allemaal intriges, manipulaties en allemaal valse berichten. Ze bestaan wel, alleen ze worden niet zozeer de Galactische Federatie genoemd. Ze noemen zichzelf veel meer een vennootschap. Een vennootschap van samenwerkende krachten die het menselijk bewustzijn, het potentieel daarvan, intact willen houden, omdat hun bewustzijn daar ook aan gekoppeld zit. Met andere woorden, wij zijn hun en zij zijn ons. En ze doen geen interventie, maar het is een enorme alliantie die heel behoudend is. En absoluut niet interveneert in het proces waar wij nu in zitten. Nog een andere vraag, mag ik die erachteraan? Ja, die staat er heel erg mee verband. Ja. Martijn, wat is jouw visie op ET healing? Nou ja, ET healing, alle visies over healing op zich, wat buiten ons plaatsvindt, is een healing in onszelf.
Ik mag ook mensen zo nu en dan ondersteunen in hun processen. En de processen die er plaatsvinden, vinden plaats omdat die mensen het zelf in gang laten komen. Dus het zelfherstellend, zelfgenezend vermogen van de mens. En het enige wat er gebeurt, ook bij ET Healings, is dat je de focus sterker legt op een ander frequentiebewustzijnsveld van jezelf. Want die ET is ook gelinkt aan ons bewustzijn. En dat is natuurlijk allemaal best een beetje abracadabra. Maar het allerbelangrijkste is dat we werken vanuit autoriteit. Dus het kan niet zo zijn dat je zomaar jezelf weggeeft en dat je dus zegt van nou, dat is goed hoor, laat de IT's maar healen. Hè? Het is prima, ik ga gewoon wachten. Want nu wij allemaal gaan ontdekken dat er ook manipulaties zijn, is het van essentieel belang om autoriteit te gaan geven. En dan kun je dus ook in je programmering zetten dat je alleen toestemming geeft aan de meest hogere, zuivere vorm van waarheid in jouw belang, volgens de hoogste scheppingsdefinities van wat waarheid is en wat ondersteuning is. Dat is altijd heel belangrijk om erbij te zeggen. Dus de ET healing op zich, het zijn vaak assistenties. Ik ben een groot voorstander van self-healing. En daar kun je wel ondersteuning bij ervaren. Heb je ook wel eens ondersteuning bij nodig. Dat heb ik ook wel eens nodig. Dat is ook allemaal prima. Maar laten we het vooral niet zo te ver buiten onszelf zoeken. Dat is een thema op zich, ET healing. En het werkt. Ja. Dus een vorm van ik ben een andere jij. Omdat ze op ons zijn aangesloten dat zijn. Dat is het. Hè? Kijk, ja. En ik weet uit heel veel ervaringen dat buitenaardse rassen, buitenaardse beschavingen zich op geen enkele manier bemoeien met de upgrade van ons bewustzijn, maar alleen de bescherming ervan in de staat waarin het nu verkeert. Mm-hmm. En zij komen niet tussen beiden. Zij gaan niet zomaar iets oplossen voor ons. Dat is het niet. Nee. Dat doen ze op geen enkele wijze. Dan zouden ze dat namelijk ook massaal en collectief doen. Wij durven de verantwoordelijkheid zelf niet te nemen. En dus als we maar elke week gewoon allerlei ongezonde dingen blijven eten. En we worden twee keer per jaar gewoon hartstikke beroerd met pijn in onze buik. Dan kunnen we wel naar een IT-healing gaan. We kunnen ook denken van ja, waar komt het eigenlijk door? En dat is het hele verhaal. Zij willen ons ondersteunen en dat doen ze hoofdzakelijk. Een IT-healing bestaat en het werkt perfect. Maar ze doen dat voornamelijk om ons in ons bewustzijn te ondersteunen. En dan is het zo mogelijk dat er bijvoorbeeld een multi- of een interdimensionale operatie of een ingreep plaatsvindt die bevrijdend is, maar wordt geleid vanuit jouw superbewustzijn. En wordt uitgevoerd door hen. Dat kan wel. Maar die kennis, die wordt vaak niet gegeven. En dat is een lezing of een avond apart op zich. Dat is ook een buitengewoon interessant iets. Want het komt steeds weer voort terug op onze bevoegdheid. En wij zijn zo uit die bevoegdheid geduwd. We zijn zo getraumatiseerd. Ja. Nou, dat is zeker een lezing apart. Dat komt ook nog met het team van Beyond Medicine. Met Jacqueline Violette onder andere. Geweldig. Die komen hier ook in de studio. Gaan we ook een live uitzending mee doen. Fantastisch. Dat is op 9 of 10 oktober. We hebben al een Facebook event en een live event ervoor aangemaakt. Ja. Maar het wordt hartstikke mooi. Ja. Want ik ken zelf een mannetje of 20 denk ik inmiddels die al dat soort healingen hebben gedaan van de IT. Ja, ik ken er ook heel veel. Heel veel significante verhalen. Ja. En inclusief mezelf. Het is echt onvoorstelbaar wat er gebeurt. Ja, en dat is ook de afstemming die er ligt. Hè? Dus op het moment dat je vanuit een bekrachtigende werking, vanuit de creatie aan de slag gaat met jezelf. Je neemt jezelf serieus. Je neemt voor dat je iets wil doorbreken in je leven. Misschien weet je niet eens precies wat, maar alleen al die bereidwilligheid. Je stemt je af met je hoger bewustzijn. En dan is er dus een verbinding, een connectie. En ik heb heel veel mensen gesproken die ongelooflijk mooie processen zijn doorgegaan. Ja, dus weet je, we hoeven het allemaal niet te bevatten. Ik bedoel, ik doe de was in mijn wasmachine, ik druk op de knop en het komt er schoon uit. Ik ga ook niet helemaal bestuderen hoe die machine werkt. Dat heb ik deze uitspraak van een leermeester van mij geleerd. En die vind ik heel erg toepasselijk. Oké. Okay. Misschien kunnen we de volgende slide krijgen. Nou ja, dus nu kan hij gewoon kogels tegenhouden met zijn bewustzijn. En hij ziet ook de code van de Matrix. Ik heb in de boeken van David Icke wel eens gelezen dat er ook astronomen waren die zo ver het universum inkeken dat ze uiteindelijk ook code tegenkwamen. Mm-hmm. Heb jij ook zo'n soort ervaring dat je, als je vanuit een bepaalde manier kijkt, dat je gewoon code ziet of tegenkomt? Nee, niet zo op deze manier. Omdat dit is dus het rationele bewustzijn. En dat is ook logisch, want een film wordt natuurlijk ook uitgezonden op een lichtfrequentie dat we het kunnen zien. Op het moment dat je dus daadwerkelijk in die staat zit, dan neem je dus ook daadwerkelijk wat waar. Mm-hmm. Dat is niet meer te beschrijven. Dat zijn zoveel bewustzijnsvelden die door elkaar heen gelinkt zitten. Daar bestaat geen afstand meer. Alles is groots en oneindig.
alle woorden weg. Het is alleen maar kracht wat je ziet. In allerlei gliefs, in allerlei symbolen. Het is allemaal liefde. En het is een heel diep gevoel van binnen. Wat naar buiten toe gaat van het weten. Het in de verbinding zijn met alles wat is. En het is letterlijk het scheppingsveld. Het is een heel groot veld. En vanuit dat veld, dat ziet er dus, ik heb het niet zo gezien in getallen. Maar het is vanuit een heel groot vermogen van voelen. En dat kunnen we dus nu niet beschrijven, want we zitten nu gelokt in dat frequentiebewustzijnsveld van de ratio. Ondanks dat we binnen de ratio nog steeds heel veel kunnen voelen, zitten we niet in die schepping, in het grote vermogen. Ik weet zeker dat de mensen thuis, als ze de ogen dicht doen, dat ze kunnen voelen wat dat veld is. En dat is dus het veld van dit. Ja. Ja. Oké, mogen we de volgende slide? Ja, er is een foto die werd ons toegemaild door Johan met nog een aantal anderen van een helikopter. Hij schreef dat hij een uitzending had bekeken van Harald Koutsvella en dat hij echt euforisch was over het perspectief wat werd geschetst. En hij ging naar buiten en hij ging zitten mediteren en hij voelde zich echt super blij en liefdevol en krachtig en hij barstte ongeveer uit elkaar. En op het moment dat hij dat voelde, toen kwam er echt een helikopter, die dook ineens uit het niets op. En die cirkelde een paar keer echt rond hem, 3-4 keer. Als je een vergelijking maakt met de Matrix, kun je daar iets over zeggen? Wat heel veel mensen wereldwijd ervaren is, als je met deze materie bezig gaat houden, hoeft er niet per se direct wat te gebeuren. Maar op het moment dat je in je gevoel, als er iets anders binnen, eigenlijk van binnenuit naar buiten komt, andere gevoelens die je nog nooit eerder hebt ervaren, die je vaak kunt ervaren als spannend of chockerend, al dat soort gevoelens worden geclassificeerd door ons brein. Op het moment dat je daarin terechtkomt, dan kan het dus zijn dat de krachten die de matrix domineren, deze realiteit, dat deze zich gaan laten zien. En vaak doen ze dat via referentiekaders van wat wij in ons brein dragen. Dus ze laten zich zien als helikopters. Dat is een collectief verschijnsel. Collectief. En dat willen dus niet zeggen dat het helikopters zijn, want het zijn helemaal geen helikopters. Het kan ook zijn dat ze het bewustzijnsveld van de militairen letterlijk beïnvloeden, invaseren. Waarmee er een gemoedstoestand ontstaat dat er een opdracht wordt gegeven dat de helikopters ergens heen moeten gaan alleen maar om intimiderend gedrag te vertonen. Ik heb dat zelf uitvoerig meegemaakt. Niet alleen, er zijn echt mensen bij geweest die dat kunnen bevestigen. Wat zo ver gaat dat het nog verder gaat als in een film. Er zijn letterlijk aangevallen helikopters. Ze hebben boven het huis gehangen en recht op ons gemonitord met camera's. Maar het kan ook zijn dat er grote vliegende objecten boven je hoofd komen. Dat gebeurt bij mij dus. Zoals een soort boemerang voertuigen. En deze boemerangs die hangen boven mijn auto terwijl ik rij. En dan stuur ik één ding. Ik ga naar binnen bij mezelf en ik zie en ik voel in mijn gedachten, dat gaat tijdens het rijden in een flits, die prachtige aarde. En ik voel die dankbaarheid en die liefde van die prachtige mooie planeet waar ik ben. Dat is zo'n heftig moment, dat is zo'n krachtige impuls van creatie, dat ik stuur die creatie direct door naar dat object. En wat er dan gebeurt is echt fenomenaal. Dat object dat spat uit elkaar als het ware in duizenden vogels vliegen alle kanten uit. Het is net een scène uit een film. Alles is ook in films geschreven. De boodschappen worden ons gegeven vanuit onze thuisbasis. Dat er iets gaande is. Mm-hmm. En wij hebben het vermogen om dat te doen. Dus als je goed voelt wat ik vertel, is de sleutel de aarde. De sleutel is de verbinding met de planeet, met de natuur. Ik had het al even over die frequentievelden van het water. Wij bestaan uit zoveel procent uit water. De zuurstof die we inademen zitten allemaal watermoleculen in. Wij ademen voortdurend creatie in. Schepping. En wij zijn die schepping. En op het moment dat je die schepping, die verbinding legt met de aarde. En je weet daar een referentiepunt in te leggen voor jezelf. Waar je altijd op terug kunt vallen. In de meest rare situaties. Dan kun je dat vermogen inzetten en richten op datgene wat getransformeerd mag worden. En dat doe je dan niet uit boosheid. Dat doe je gewoon uit bevoegdheid. Dat is iets heel anders. Mm-hmm. En helikopters, vliegtuigen, allerlei mogelijke middelen die worden ingezet om mensen bang te maken. Het Men in Black gebeuren. Het is zo gek niet of je kunt het bedenken. Het bestaat.
Ongelooflijk. Ja? En als dan zo'n helikopter uiteenvliegt in allemaal vogels, en dan moet ik denken aan het programmable matter, wat we in de vorige aflevering ook hebben gezien. Ja? Is dat? Ja, dat kan. De wereld wordt bestuurd door gemoedstoestanden, gemoedsvelden, collectieve gemoedsvelden. Dus daar kunnen ook gewoon fysieke apparaten worden ingezet. Zo wordt het leger in feite ook bestuurd. Dus door gewoon collectieve bewustzijnsvelden. Wij noemen dat hiërarchische structuren, commandostructuren. Maar in feite zijn het onderdrukkingssystemen. Want als je niet luistert naar je kolonel of naar je kapitein, dan heb je echt een probleem. Dus je wordt in gemoedstoestand wordt je gestuurd. En het kan ook zo zijn dat, en dat gebeurt ook, dat er dus echt kunstmatige intelligentie wordt ingezet. En dat zijn hele kleine nanobotjes. Je kunt rustig zeggen, hele microscopisch klein, nog kleiner dan dat. Microben zijn het eigenlijk. Het zijn een soort microben. En die bevinden zich niet in de moleculaire ruimte waar wij ons bevinden, maar die bevinden zich in de intermoleculaire ruimte. Dus het bevindt zich tussen, en er is een ruimte tussen de moleculen, dat noemen wij het luchtledige. En de wetenschappers daar ook over aan het debatteren, van wat zit er nou eigenlijk tussen die sterren buiten ons, in het grote schaalmodel, binnen ons, wat zit er tussen onze moleculen. En daarin, dat is dus het vierde bewustzijnsveld, dat ik al eerder noemde, daar zitten die microben. En dat is een bewustzijnsveld wat gestuurd wordt door een niet-emotioneel bewustzijnsveld. En die kunnen uit die instellaire moleculaire ruimte, in één keer tevoorschijn komen in een heel groot veld en kunnen dus gewoon zich manifesteren in elke programmeerbare vorm. Dus wat dat betreft is de Matrix gewoon nog maar een koekje bij wat er werkelijk aan de hand is. Ongelooflijk. Ja, en dit wordt wereldwijd dus ook gezien door mensen. En we kunnen niet iedereen weghonen en weglachen als psychopaat. Dit verdient gewoon veel meer onderzoek. Ja, absoluut. Absoluut. Wachten we de volgende slide. We hebben nog 18 pagina's. Hier projecteert hij zichzelf, Neo, die projecteert hier zichzelf in Agent Smith. Als een soort kanon in het centrum van het wezen van Smith. En het laat hem exploderen in een douche van licht en groene energie. Dus eigenlijk van zorg en liefde. Ja, dus de suggestie is dat wij in het hart van die agenten, van die AI moeten doordringen. Ja, van die kunstmatige intelligentie. Ja, ja. Hoe kunnen we dat zien? Ja. Dat is dus vrijkomen eerst uit de rollenpatronen waar we in opgesloten zitten. Het verhaal zit goed dichtgetimmerd hoor. Mm-hmm. Ja, want hoe je het ook went of keert, het begint bij de geboorte van dit bewustzijn. Oftewel, het begint bij de veronderstelling dat je gewaarzijn gelinkt is aan een fysiek lichaam. En omdat het hele modellen daarop ingesteld zijn, handelen wij daar ook naar, ervaren wij ook daarna. En op het moment dat wij daar dus uit gaan komen, uit het hele gebeuren van geboorte en dood, hè, als je daar dus helemaal uit, als je daaruit kunt komen, en dat is dus mogelijk, dan kom je in het vermogen om waar te nemen waar wij in vastgelinkt zitten, waar wij dus in opgesloten zitten. En dat is het achtste dimensionale bewustzijnsveld, dat is het bewustzijnsveld van gevoel. Okay. Van liefde. Okay. En dat is de kleur van groen. Dat is het hartsbewustzijn. En dat wordt daar ook uitgebeeld. Het frequentieveld waarin hij in wezen, en dat is ook de oproep, om dus de onderdrukkers te laten transformeren in die creatiebubbel. In het veld van bewustzijn. Dus het is aan ons om in plaats van oorlog te voeren, ook in het momentum wat we gaan bereiken, wat we de ruimtetijd al hebben bereikt, om deze enorme onderdrukkers mee te nemen in die transformatie. Okay. Dus dat we het niet buiten onszelf plaatsen, want dan scheppen we een loop, maar dat we dus zoveel liefde kunnen voelen voor alles wat is, omdat wij voelen dat we het zijn, dat we die krachten in feite kunnen transformeren en in de schepping des levens kunnen plaatsen, in het bewustzijnsveld van gevoel, van liefde, want dat is wat bij hen ontbreekt, omdat het een extern bewustzijnsveld is. En daardoor, door ze daarin te brengen, vanuit ons scheppende vermogens, belichamen wij hen ook met de mogelijkheid dat het goddelijke essentiebewustzijnsveld hen kan bezielen. Okay. Dat gaat heel diep. En is dan, dat is het missende, het gevoel is het missende aspect van de artificial intelligence, van de kunstmatige intelligentie? Ja, dat is het uiteindelijk dus ook geworden. De kunstmatige intelligentie is een ontwikkeling op basis van een menselijk soort, die in feite in het gevechtssituatie kwam op zielsniveau met het oorspronkelijke scheppingsplan. En daar is het uiteindelijk een keuze gemaakt dat er vanuit de interne link met het bronbewustzijn, met de supreme creator, hè,
dat veld, zeg maar. Dus niet een wezen, maar dat veld. Om dat veld eigenlijk te gaan beïnvloeden. Dat er een andere technologie voor nodig zou zijn dan alleen binnenkant. En daar stamt dat van af. En kun je dan, hè, er zijn heel veel verhalen, zeg maar, van buitenaardse die geen gevoel hebben. En dat ze dat bij ons heel bijzonder aanwezig vinden. Mm-hmm. Dat die ook onder controle, dat de bewustzijnsvormen die geen gevoel hebben, dat eigenlijk verschijningsvormen van artificial intelligence is, van kunstmatige intelligentie. Dat is zo. Er zijn heel veel beschavingen die de aarde ook bezoeken, die dus zich terdege bewust zijn van het feit dat ze het scheppingsvermogen of de verbinding met de alkracht, mm-hmm. dat ze die grotendeels kwijt zijn geraakt. Door degeneratie, door galactische oorlogen, door niet in verbinding te zijn vanuit de liefde en de schepping. Die zijn er dus en er zijn ook heel veel menselijke soorten. En nou komt het wat ons dus zo bijzonder maakt, is dat wij de hoogste staat van dat scheppingsvermogen in ons dragen. Dat is enorm. Onvoorstelbaar. En dat is ook waarom de mens zo ontzettend belangrijk is in het hele kosmische plan. Omdat wij een blueprint in ons dragen die direct gelinkt is aan het ontwerpprogramma van dat bewustzijnsveld wat schepping wordt genoemd. Mm. Dus wij zijn letterlijk een deel daarvan. Mm. En in een andere context naar buitenaardse en interdimensionale bewustzijnsvelden zijn er heel veel groepen en beschavingen hier naartoe gekomen om ons te beschermen en daarmee ook een deel van zichzelf te beschermen. En ja, weet je, dit kan natuurlijk in een avond niet gezegd worden. Daarom staan het ook allemaal fragmenten. Ja. Maar het is ook alleen maar om te inspireren. Kijk, en ik ben me bewust, ik spreek. Ik geef er een beeld bij af. Dat wil niet zeggen dat het beeld wat ik overbreng overeenkomt met wat ik bedoel. Dus er zullen zoveel vragen achterweg komen. Ik zie nog een vraag. Mag ik die nog even beantwoorden? Ja, zeker. Hoe kijkt Martijn naar Adam en Eva? Ik ben heel benieuwd. En Lilith. Oh ja. Nou, ik ben ook heel benieuwd naar die situatie. Kijk, waar het allemaal om draait is dat we een invoegingssituatie hebben. De hele realiteit die we op dit moment ervaren is als zodanig compleet afwijkend van onze oorsprong. Dus wat belangrijk is dat wij niet gaan geloven dat we gecreëerd zijn, dat Adam en Eva de eerste mens waren. En ook niet dat ze door de Anunnaki zijn gecreëerd en ook niet door Enlil en Enki. Maar dat het zo is dat het bewustzijn, dus het zielsbewustzijn van ons, heel veel verschillende vormen kent. En in elke val van die vorm een andere vorm van lichaam had. Ook in een andere parallelle realiteit. En de laatste val van het bewustzijn naar de derde circuit waarin we nu terecht zijn gekomen, daar is de mens op een gegeven moment het zielsbewustzijn gekoppeld geraakt aan een lichaam wat het oorspronkelijk in zich droeg in het bewustzijnsveld. En dat is dus gekloond door Anunnaki-wezens. En zo hebben de Anunnaki-wezens ons gecreëerd en dachten altijd de legitieme scheppers te zijn van de mens. Totdat ze ontdekten dat ze datgene hadden geschapen wat in onze codes ligt opgeslagen. Om te ontdekken dat wij helemaal niet zijn wie wij zijn, maar veel meer dan dat. Ja, dat is wel eens wat. Nou. Dus antwoord op je vraag, hoe kijk ik er tegenaan? Ik vind het niet zo van belang. Omdat het namelijk, het zijn afwijkingen. Het drukt ons weer uit ons eigen creatievermogen. Ja. Het is interessant, maar er is niet een eerste mens geweest in die vorm. Oké, mag ik de volgende slide, jongens? Ja, dit is het einde van het eerste deel van de trilogie. En die eindigt met dit beeld van de Matrix System Failure. En die zoomt in tussen de M en de F, de male en de female, zo zou je kunnen zien. En dat door het doorgaan tussen die male en female, dat je weer in een andere dimensie komt. Mm-hmm. Nou, er zit zoveel in de Matrix. We hebben hier echt nog maar een fractie belicht van wat erin zit. Het stikt ervan, hè? Want ja. Het gaat natuurlijk allemaal om balans te vinden. En dat is allemaal op basis van interpretatiemodellen die we hebben geleerd. Ja. Wat goed en niet goed is. Hè? En nogmaals, mensen die alleen met liefde bezig zijn, die willen niet met de andere kant bezig zijn. Oftewel het donkere. Terwijl dat donkere stuk juist onderzocht mag worden. En op het moment dat je dat dus ontkent, dan ga je dus alleen naar het mannelijke stuk. Want het mannelijke stuk vertelt ons juist dat we bij de beschadiging weg moeten blijven en bij de angst juist daar wegblijven, omdat daar het scheppingsvermogen ligt van het vrouwelijke bewustzijnsveld. Dus ja, het is zo ontzettend inspirerend om hiernaar te kijken. En hoe meer je hierin gaat vanuit de kracht van eenheid en verbinding, hoe meer je hier juist door geïnspireerd wordt en hoe meer kracht en hoe meer je gaat begrijpen en hoe meer je gaat voelen ook de beschavingen die liefdevol zijn en hoe meer je gaat begrijpen dat andere mensen vaak zonder dat ze het weten juist ten dienste staan om jou de mond te snoeren, juist vanwege het feit dat je door hebt wat er aan de hand is.
Prachtig, wat een ongelooflijk geavanceerd systeem. Ja, het zit goed dicht getimmerd. Ja, absoluut. Maar niet goed genoeg, want het gaat toch gebeuren dat we weer ontwaken. Ja, zijn we al mee bezig. Overigens was dat al bekend, hè, bij het momentum dat de mensheid ten val kwam. Maar goed, daar hebben we nu geen tijd meer voor. Of tenminste, kosmisch gezien hebben we natuurlijk eeuwig tijd. Maar we moeten toch een beetje ook richting die 10 uur denken. Dus ja. Ik weet niet, wat heb jij nog in petto, Arjan? Nou, dat is een bruggetje naar het volgende onderwerp. Een actualiteit die we hier gaan bespreken. En er is nu veel in het nieuws over de vluchtelingen. En mag ik de volgende sheet, jongens? Van de redactie. Ik wil er ook wel iets even kort over zeggen voordat jij... Ja, nou, hij is er nu weer, okay. Dus nu kunnen we weer. Het is even een korte inleiding inderdaad. Het meeste vluchtelingen die komen uit Syrië. En dan de volgende slide zien we even hoe dat zit in Syrië, als het goed is. Even de volgende slide. Dat gaat niet helemaal goed. Zal ik... mag ik toch iets eventjes ja, zeggen? Want energetisch krijg ik 2 keer de kans om wat te zeggen. Dus bij de 3e keer moet je hem dan ook nemen. wat zo belangrijk is aan het hele verhaal, hè, met de vluchtelingen. En ik vind het al erg genoeg of het vluchtelingen noemen. Het zijn verdikkie mensen van vlees en bloed met gevoel. Er is dus eventjes terug naar die Matrix, want daar heeft het mee te maken. Er zijn programma's gaande om het verontmenselijken, om dat zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Er zijn allemaal programma's voor. En het hele vluchtelingen gebeuren wereldwijd, dat mensen dus een exodus, hè, van gezinnen, vaders en moeders, kinderen, opa's en oma's, totaal ontreddend, geen gevoel van veiligheid meer, geen thuis meer, helemaal niets. Je ziet dat massaal op gang komen. En hoe komt dat nu? Komt dat nu door een bewustzijnsverschuiving of komt dat door een manipulatie? Nou, dat laatste is wat er aan de hand is. Mm-hmm. De kabal, dus de groep waar mensen over spreken, de Illuminati-groepen, de kabal, dat zijn de uitvoerende takken, niet de creërende takken van de controle, zetten programma's in werking om zoveel mogelijk verstoringen te veroorzaken. Zoveel mogelijk pijn en leed te brengen naar het stuk waar ze geen grip op kunnen krijgen. En dat is namelijk ons bewustzijn. Vandaar ook dat er zoveel mensen nu echt hier een intocht krijgen. En wat ze willen, het programma wat daarachter ligt, en ook hiervoor gelden verschillende programma's, het is nooit een eenduidig programma, is dat wij, de mensen die dus aan het ontwaken zijn, bezig zijn vanuit gevoel te leven, om die in een oordeel te brengen, zodat ik bijvoorbeeld zou zeggen, oh, ik voel me ernstig bedreigd, daar krijg ik hier ook nog 2000 vluchtelingen bij mij in de hoek van de straat. Dus dat er dus etiketten worden geplakt op die mensen. Mm-hmm. En het is heel bijzonder om te ervaren, ik had er gisteren thuis een gesprek over, dat ik tegen Ellen zei van, weet je El, er zal een bepaald moment komen dat wij ons mogen gaan afvragen, dat als hier een vader en een moeder uit Syrië voor de deur staat, met 2 lieve kinderen, helemaal niets meer, alleen nog maar een teddybeertje, hè, dat we de deur open doen en dat we onze privacy, die we dus zo nodig denken te hebben, dat we die helemaal weg doen en dat we zeggen van, de bovenverdieping is voor jullie. Kom maar binnen, jullie zijn van harte welkom. Kom maar, want jullie hebben het zo ontzettend zwaar en wij zijn er voor jullie. Dan eten we maar de helft minder. Dan zijn we maar die privacy kwijt. En dat stuk dienstbaarheid, dat is waar we naartoe mogen gaan. En die hele exodus van al die vluchtelingen is allemaal traumatiek, pijn en ons terugbrengen in de angst. Want we zijn inmiddels bang gemaakt voor andere mensen. We zijn bang gemaakt dat die andere mensen onze veiligheid aantasten. We zien het dagelijks, aanslagen, moord. Ik zeg niet dat dat niet gebeurt, maar ik beweer wel dat het allemaal een opgezet programma is. Ja. Om heel veel trauma te veroorzaken. En het is aan ons om in momenten van trauma dus onze harten juist nog verder open te zetten. Zo ver dat je iets durft te doen, wat je eigenlijk niet voor mogelijk acht. En toch doet vanuit je hart en liefde. En dan zul je dus een mededrager zijn van die nieuwe aarde waar we het met elkaar over hebben. En dit is iets wat eraan zit te komen. Dat wij met elkaar zoveel kracht en liefde kunnen neerzetten in een veld, met elkaar, dat dit onderwerp in Nederland op zich, sowieso in Nederland, gewoon niet eens meer verkeerd geïnterpreteerd kan worden in ons bewustzijnsveld, omdat we er een filter tussen hebben gezet van licht. Ja. Nou, wat je ziet is, je ziet ook al best wel mooie dingen gebeuren wat dat betreft. In Duitsland, daar komen ze in de grootste, meest grote getalen binnen. Hmm. En er waren eerst voornamelijk allemaal rechtsextremistische marsen voor onwelkom. Maar inmiddels is dat totaal omgebogen en zie je echt gigantische welkomstmarsen in Duitsland. En dat was in Nederland ook zo. En, in Apeldoorn werden ze ook heel mooi opgevangen. En
Er zijn allerlei initiatieven van mensen die ook als gastgezin willen dienen. Sommige organisaties die hebben in één dag 400 aanmeldingen gekregen. Ja, enorm. En fantastisch. Gigantisch, ja. Ja, wat een ongelooflijk fijn verhaal is dat. Ja, ja. En dat hebben we nodig. Dan kom je dus weer op die NIO. Wij kunnen dat dus scheppen. En daar zullen we ook aandacht naartoe mogen brengen. En heel veel intentie op mogen gaan zetten. Want we kunnen dat dus veranderen. Ja. En laten we dat doen. Ja, inderdaad. Ja. Een van de initiatieven die daar ook voor is, is een Facebook-actie om een gezamenlijke meditatie te doen. Dus morgenavond om 8:30. Daar kun je op inlinken waar je ook bent thuis. Om aandacht en liefde en juiste energie naar deze mensen, ontheemde mensen te sturen. Ja. Ja. Mooi hoor, dat initiatief er is. Fantastisch. Ga kijken op Facebook. Ik ga er ook aan meedoen. En ik hoop dat jullie ook dat meedragen. Want het is echt de tijd om dat echt met grotere groepen te gaan doen. Er zijn al heel veel initiatieven in Nederland. Maar het blijft nog te veel bij beperkte groepen. Dus we hebben echt een netwerk nodig. Die overal lichtpuntjes worden. Dus bijvoorbeeld in Brabant is een groep. In Limburg is een groep. In Zeeland. Zo maken we echt een web. Een netwerk van bewustzijn. Mind over matter. Denk even aan die meneer Emoto. Dat wij invloed hebben op het bewustzijnsveld. En wij kunnen dat doen. En we mogen dat ook gewoon doen. Dus waarom doen we het niet? Omdat we het nog niet gedaan hebben. Dan gaan we het vanaf vandaag doen. Helemaal goed. Ja. Ja, dat brengt natuurlijk gelijk op een heel mooi punt. Crowd power. Zie. Bedoel je dat? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een onderwerp waar we het al eerder over hebben gesproken. Om met elkaar een energieveld neer te zetten. Om te bekrachtigen. Om te creëren met elkaar in onderwerpen. De bedoeling ligt hem eigenlijk een beetje dat wij met elkaar onderwerpen gaan voeden vanuit kracht en creatie. Dat we met elkaar iets neer gaan zetten vanuit een visie dat we iets kunnen helen. En dat kan zijn een bos, dat je bossen voor je ziet. Het kan zijn dat we water helen. Het kan zijn dat wij met elkaar, met 10.000 mensen tegelijkertijd, problemen laten verdwijnen, doordat er gewoon inzichten komen in de krachten die die problemen in feite in scène zetten. Dus we kunnen ook naar de oorzaak gaan van hoe problemen eigenlijk in elkaar steken. Dus we hoeven niet het probleem op zich alleen maar licht en liefde te sturen. Maar we kunnen ook daarachter, we kunnen ook die wezens en die mensen die dus in die angst zitten en in die traumatiek en die agressie en het willen besturen, hè, dat reptiliaanse gedrag zit daar gewoon in, dat het overheersen, die kunnen we dus ook in intentie ook die energie sturen. Mm-hmm. Dat is wel heel belangrijk. En ik denk dat het misschien wel een goede stap is om eerst eens te beginnen, gewoon een moment van rust, om eerst eens met elkaar in verbinding te zijn. Mm-hmm. Want ja, hoe kun je zoiets neerzetten als we nog geen platform hebben gebouwd? En ik denk dat het heel fijn is om daar eens met elkaar, ik weet niet in hoeverre de mensen thuis dat ook mee willen doen, dat hoeft ook helemaal niet. Dat mag wel, je bent bij deze uitgenodigd. Om eens lekker de ogen dicht te doen en eens eventjes in de stilte te gaan. Dan doe ik dat ook. Ik doe even lekker mijn mond zo dicht. Dus even voelen van binnen in de rust. En dat we ons herinneren met elkaar dat het er heel erg toe doet, ontzettend toe doet, dat wij vandaag er zijn, juist op het moment dat het planetaire bewustzijn zo ontzettend veel verbinding nodig heeft. Laten we in de energie zetten een enorme bubbel van licht boven Nederland, een laag van op 8 kilometer hoogte, van 800 meter dik, met intentie van lichtkracht en liefde. En je mag het voor je zien, je mag het ook voelen, dat je vanuit een heel diep liggend eigen visie, eigen inzicht, mededrager, mededraagster wilt zijn en ook bent van de grote verandering naar die nieuwe aarde. En je voelt in je hart die compassie om het mee te dragen, ongeacht de verschillen met elkaar. We kijken naar de gelijkenissen, naar de verbindingen. En we beseffen met elkaar dat we ook allemaal in dat energieveld een bijdrage leveren om met elkaar, ook al hebben we elkaar nog nooit gezien, om er wel met elkaar en voor elkaar te zijn. Dat het mogelijk is om de materie te overstijgen. En stuur maar lekker op je eigen wijze veel licht en liefde en warmte, genegenheid, respect naar dit bewustzijnsveld. En ik geef intentie vanuit mijzelf
dat mijn intentie zich helemaal uitspreidt over heel Nederland. En helemaal vervlecht en vervloeit met jullie intentie. En als je voelt dat je een intentie wilt sturen vanuit het veld naar iets wat voor jou belangrijk is. Misschien dat je iemand kent in het ziekenhuis die heel veel lichtkracht en liefde nodig heeft. Dan mag je die opdracht geven. En dan mag mijn stukje daar ook in mee. Van alle mensen die meedoen in dit project, in dit grote plan, mogen we met elkaar delen. En als je niet iets hebt voor ogen en in je hart waarvan je denkt, daar wil ik aan meedoen, dan geef je het gewoon het potentieel, de onvoorwaardelijke ruimte om deze energie daar lekker te laten zijn. Dan nemen we eventjes lekker een halve minuut helemaal rust en we zien het gebeuren. Je voelt ook die warmte, je voelt die licht, kracht en liefde door je heen stromen. En je voelt ook dat wij dat niet alleen hoeven te initiëren, maar dat er ongelooflijk veel mensen al bezig zijn met deze intenties. En dat er ook andere beschavingen zijn die dit met ons willen bereiken, ons willen ondersteunen. We gaan lekker de draadjes losmaken. We laten het potentieel daar bestaan en we kunnen allemaal op onze eigen wijze inloggen in dat veld op het moment dat het nodig is. Dit is het platform wat we nu vanavond met elkaar hebben neergezet. En het platform is beschikbaar voor alle mensen, ook buiten Nederland, kunnen daar zo op inloggen. Dus iemand die in Duitsland zit, of in Oostenrijk, of in Frankrijk, kan ook gewoon zo dat veld helemaal uitschuiven over zich heen. Het is een veld van liefde en bescherming en respect. We hebben iets heel moois neergezet. Mogen we lekker weer de oogjes open doen. Op onze eigen manier lekker weer terugkeren in dit moment. Ja. En dit is een fundament waar we nu verder mee gaan werken. En ik nodig iedereen uit om in te voelen welke thema's we daarvoor neer kunnen zetten. En dan kunnen we daar in andere uitzendingen ook meer aandacht aan gaan geven. Maar eerst was de verbinding en is die verbinding het allerbelangrijkst. Ik voel van alles. Iets heel bijzonders. Ik voel allemaal frequenties en verbinding door heel Nederland, van alle mensen die meedoen. En ja, tracht zoveel mogelijk mensen te inspireren om hier aan mee te doen. Ook al vinden ze het nog zo gek, lekker aansluiten met elkaar. Maar volgens mij zijn we een beetje aan het einde gekomen van de uitzending. Ja. En ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het voor mij een grote eer is om... om hier te mogen zitten. En ik besef gewoon hoe hard we elkaar allemaal nodig hebben. Ja. En dat we daadwerkelijk die grootsheid in onszelf kunnen aanwenden. En dat we de grootsheid laten prevaleren boven onze meningen over elkaar. Dat is toch echt wel het allerbelangrijkste. Nou, dankjewel Martijn. Heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.